Welkom. Goedenavond allemaal. Welkom bij Design Matters. Ik zie een aantal gezichten in de zaal die ik hier wel vaker zie. Mijn naam is Jeroen Junten. Ik ben de organisator van Design Matters. En dat doe ik hier in de Zwijger, ik denk al een jaar of vijf. En het leuke is, als je de organisator bent, samen met het pakhuis natuurlijk, van Design Matters, is dat je zelf een hele avond mag samenstellen. En dat was het leuke. Ik heb, het was eigenlijk niet eens gepland. Ik liep op Dutch Design Week en halverwege de week, nog niet eens, na twee dagen, dacht ik in ene, wauw, echt zoveel verschillende, interessante, coole projecten. Ik ga hier een Design Matters van maken. En normaal gesproken is Design Matters een kwartaalprogramma. Maar ik heb gewoon ingebroken en er was een zaal hier bij de Zwijger meteen vrijgemaakt. Dus vandaar dat we nu deze beetje special edition hebben over de Dutch Design Week. Het is best ambitieus, zeg maar. Die hele week met, ik geloof, meer dan 100 presentaties van de hele Riedel 2.500 ontwerpers. En 10.000 objecten. Is best ambitieus in één avond, dat snap ik. Maar als het echt het beste van het beste is, dan is dat ook wel weer te doen. Maar het is een vol programma wat we vanavond hebben. Maar liefst zes verschillende sprekers en interviews. Ook in die zin is het een hele gevarieerde avond. En we gaan van mode naar zorg, naar architectuur, naar design, echt maar zoals we het kennen. De mooie met smaak en zorg vervaardigde meubels. We tippen journalistiek en information design en story design tippen we aan. Ondertussen doen we ook nog de mensenrechten, pakken we mee. Kortom, echt een avond, beetje ook wel zoals de hele Dutch Design Week, zo breed als die Dutch Design Week zelf. Even gewoon voor mijn eigen persoonlijke interesse. Wie is niet op de Dutch Design Week geweest, is eigenlijk helemaal niet geweest? Oeh, dat zijn er best wel wat cool. Die gaan dus vanavond, in één avond kun je dan helemaal meepraten. En zegt, nee, het beste, dat was dat. Beste mode, Dutch Design, was dat. Dus, ik zei, een vol programma. Ik ga daarom ook meteen beginnen. De eerste spreker ligt voor de hand. Misschien zal ik toch even alle sprekers even langslopen. We beginnen straks met Michel Schrijnemachers van Next Architects. Zij waren de grote winnaar van de Dutch Design Awards. En die hadden dit jaar een iets andere opzet. Er waren eigenlijk drie winnaars. Maar ik vond persoonlijk sowieso die Zalige Brug het beste. En de jury liet eigenlijk ook wel zien dat daar een grote voorkeur voor was. Dus eigenlijk is dat gewoon de grote winnaar van de Dutch Design Awards. Daarna Lisa Mandenmaker van Next Nature Network. Zij was in de Health Embassy. En zij een hele interessante plek met allerlei verschillende dingen over zorg. En zij toonde daar een kunstbaarmoeder. En dan vraag je af, een kunstbaarmoeder? Ja, en hoe werkt dat dan? Dat horen we straks. Daarna Oscar Peet van het duo Os en Oos. En die, zeg maar, waarschijnlijk dat sommigen van hen wel weten, dat elk jaar in april in Milaan ook een grote designbeurs is. En het was eigenlijk voor het eerst dat er, zeg maar, een stukje Milaan naar Eindhoven was gebracht met echt een oogverblindende presentatie. Ik heb hem net gezien. Die beelden zijn ook zeer, zeer smaakvol. Dus een stukje Milaan in Eindhoven. Alice Wong, een story designer, als ik het goed zeg. For Alice, only now a short bit, but I will switch to English because Alice is originally from China and she's still learning Dutch in a very fast way, but it's more comfortable to do the interview in English and she show a short documentary. Daarna Bernhard Langer, en dan project over mensenrechten. En dan eindigen we de avond met mode, modebelofte. In ieder geval het visuele snoepje van de hele week en ook van deze avond. Nou, vol programma. En uiteindelijk eindigen we straks rond 10:00. Ik hoop ervoor aan de bar. En zoals altijd is het laatste woord ook aan de bar. Eerste spreker, ik zei het, Next Architects met, zeg maar, de overall winnaar van de Dutch Design Awards. Mag ik een heel warm welkom van Michel Schrijnemachers. Dankjewel, Jeroen. Aan mij de eer deze avond hier af te trappen.
na al het geweld van Eindhoven. En ik wil jullie even meenemen in het verhaal van Achter de Zalige Brug. Een verhaal wat gaat over verbinden. Het verbinden van wat een brug normaal gesproken altijd doet. Maar meer het verbinden van wat ons mensen bindt en de verbinding die we hebben met onze leefomgeving. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is het begin van een gedicht, maar het is het gebed van de dijkgraaf. Wie kent het niet, dit gebed? Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Als je in Nederland Waterland werkt, dan is dit het gebed wat regelmatig langskomt. Het gaat over bewustzijn van de delta waarin wij leven. Eigenlijk alle werk wat die dijkgraven doen om ons land en onze woningen droog te houden, verdient een hele lange adem, veel geduld. Het gaat over dijken die al vele honderden jaren geleden zijn aangelegd. En waar wij als vanzelfsprekend ervaren, maar die enorm veel onderhoud vergen. Een systeem wat we met elkaar hebben bedacht, duizend jaar geleden, waar wij onze hele samenleving, ons hele politieke stelsel op hebben uitgerold. En toch hebben we af en toe dit soort momenten nodig, zoals in de jaren 90, waarin het bewustzijn van het gevaar van het water eigenlijk het hele stelsel weer even opschudden en dingen in gang zetten. Dat is gebeurd in de jaren 90. Is het programma voor ruimte voor de rivieren in het leven geroepen om in plaats van dijken verder op te hogen, juist dijken door te steken en meer ruimte aan de rivieren te geven. Nou, iets waarin ze vanuit het buitenland met vol verbazing naar kijken wat de Nederlanders nu aan het doen zijn, die zo befaamd waren om die dijken, die zijn ze eigenlijk aan het verleggen, doorsteken en juist eigenlijk samen aan het werken met het water. Nou, dat is een programma wat op 30 locaties door heel Nederland is uitgerold de afgelopen jaren. We werken nu nog aan het laatste project wat officieel al wel is afgerond, maar waar we nog steeds mee bezig zijn bij Kampen. Ik kom net uit Rotterdam, waar de grote Maaskantprijs is uitgereikt. Sorry. Aan de makers van Ruimte voor de Rivieren. En het is heel bijzonder, de grote Maaskantprijs wordt altijd uitgereikt aan iemand, aan één persoon. En in dit geval aan 12 personen. Die zorgvuldig zijn gekozen uit eigenlijk alle partijen, van boer tot aan, wat was het, ingenieur, directeur, generaal, geloof ik, iets in die trant. Die allen op alle niveaus hebben samengewerkt om dit project tot een succes te maken. En dat heeft te maken, dat begon eigenlijk, in dit project Ruimte voor de Waal, waar wij aan gewerkt hebben. Met een combinatie dat de wateropgave, dat is een technische waterveiligheidsopgave, is dat die gecombineerd moest worden met de kwaliteit van de leefomgeving. Een hele belangrijke koppeling die eigenlijk in de wet is vastgelegd. Het verhaal is daarnet in Rotterdam helemaal uitgelegd, daar ga ik nu niet op in. Maar wat wel belangrijk is, is dat het eigenlijk een trigger was om te kijken van, kunnen we in plaats van het kanaliseren van die rivier, om die hoogwaterpieken goed af te voeren, om daar meer ruimte voor te maken. En dat kon Rijkswaterstaat niet alleen. Die kon het alleen door de samenwerking aan te gaan met de omgevingen. In Nijmegen betekent dat dat eigenlijk de versmalling in de rivier, en ik moet even kijken welk scherm ik moet pakken, alle drie, dat de dijk eigenlijk 400 meter landinwaarts werd geplaatst, waardoor bij hoogwater dus de meer ruimte was. Maar daardoor ontstond een eiland, Furland. En we hebben daar, en dan moet ik wel heel bescheiden zijn, we hebben daar het kleinste bruggetje in het project mogen doen. Maar wel het leukste. Want het is een brug die hier eigenlijk het eiland nog moet verbinden. Was bedoeld als een soort calamiteitenroute. We hebben eigenlijk in de geest van het hele Ruimte voor de Rivieren project, pasten wij heel mooi tussen, omdat wij zijn gaan nadenken van, ja, maar die brug, die
die daar beoogd is, dat een rechte brug is om dat eiland te ontsluiten, die is maar 99,9% van de gevallen is die niet noodzakelijk voor calamiteitenvervoer en om vee van het eiland af te halen en dat soort dingen. Maar het grootste deel van die tijd is die gewoon onderdeel van de padenstructuur in de uiterwaarden, in het uiterwaardengebied wat ontstaat over die nevengeul. En tegenwoordig heet die de Spiegelwaal. Dus moet dat niet een brug zijn, maar moet het een pad zijn dat meandert naar de overkant, naar dat eiland. Waardoor die ook een hele andere functie meekrijgt dan alleen maar puur die functionele. Ze hebben een brug gemaakt die slingert naar de overkant, maar die ook is vormgegeven als een pad waarbij eigenlijk geïnspireerd op de oude Chinese en Japanse prenten, bruggen met landschappen al naar de overkant gaan, als een soort ecoducten, zoals ze die ook wel kennen. Maar wij hebben een soort archetypische vormgeving hebben gekozen, waarbij we balken en planken hebben genomen, waar tussen je die planken gewoon constant de contact met het water hebt. En het ook als je erop loopt eigenlijk niet door hebt van wanneer sta je nou op een brug, of wanneer ben je nou op het pad, of wanneer ben je nou weer op het land. En zo gemaakt dat dat echt onderdeel moest worden, een belangrijke schakel in het hele park wat ontstaan is met heel veel recreatie op en om het water. Die eigenlijk een enorme toevoeging is geworden van de vele stadsparken die Nijmegen rijk is. Nou, eigenlijk direct na opening zag je dus dat omarmd werd en gezien werd en benut werd als onderdeel van de bruggenloop die werd georganiseerd. Het is wachten tot de vierdaagse van Nijmegen ook deze brug vindt. Hoewel die aantallen die daar overheen moeten, dat is wel behoorlijk. Maar we hadden het ook zo gemaakt dat het de brug dus niet ophield daar waar hij geen water meer onder zijn voeten had. Maar dat hij doorliep als pad. En eigenlijk op natuurlijke laagtes waar het water bij naartoe zou stromen. Dat we daar ook nog de brug zeg maar een functie mee gaven. Want wat gebeurt er nou op het moment dat je een brug ontwerpt in de uiterwaarden die een aantal dagen per jaar onder water staat? Vonden we eigenlijk ook wel een intrigerende vraag. Want waarom maak je een brug die eigenlijk van niets naar nergens gaat in sommige momenten? En hoe maak je dat dan op zo'n manier dat niet leidt tot de slechte krantenkoppen waar ook de wethouder voor beducht was? Ze hebben gezegd van, nou, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je eigenlijk die brug en het pad moet je juist nog iets lager maken, zodat het nog iets vaker gebeurt. En je ziet hier het middenste schema, zie je dat eens in de 150 jaar verdwijnt bijna het hele eiland. Nou, dat is nog even wachten, denk ik, statistisch gezien. Maar we zaten precies op de grens dat die 12 tot, meer dan 12 tot tussen de 5 en de 12 dagen per jaar, dat die brug mee moest gaan doen met dat water, met die waterkalender van die rivier. Je ziet het waterniveau in de Waal, dat fluctueert tussen de 5 en ik geloof afgelopen zomer nog minder, maar minder dan 5 meter tot 14 meter en meer. Dan wordt het echt kritiek. Maar alles daartussen is eigenlijk, zeker in die nevengeul, is dat echt een moment om het te beleven en te ervaren hoe wij samenleven met het water in die delta. En we hebben het ook zo ontworpen dat, dit was begin dit jaar, dat het hoogwater voor het eerst er was. Dus het verhaal hebben we heel lang verteld voordat het daadwerkelijk zich voordeed. En in die tussentijd zie je dus dat bij laag water en dus weer op een andere plek iets verder weg van de brug in het park, waarbij je die stapstenen ziet. Dus ook in de zomer zijn ze functioneel. Hè? Dat moeten we uiteindelijk altijd wel verantwoorden. Maar je kunt ook zien van dat je je afvraagt van wat die stapstenen daar doen. En eigenlijk geen enkele, bijna iedere volwassen kerel die hier wandelt, die gaat toch even over die stapstenen lopen. Want dat is zo leuk. En het doet nu, vanaf nu, sinds we het hoogwater hebben gehad, doet het weer denken aan het moment van het hoogwater, waardoor je eigenlijk constant het contact met die rivier en de dynamiek die dat met zich meebrengt in stand houdt. Eigenlijk dit moment, zoals ik al een paar keer zei, begin dit jaar
konden we zien, en dat kun je 48 uur van tevoren kunnen we dat zien aankomen wanneer de hoogwaterpiek er is. En zie je dat de brug eigenlijk langzaam ondergaat. Maar eigenlijk precies dat moment in het weekend, in een weekend was dat, dat het hoogwater er kwam, toen merkte je dat het nog een beetje wringt. Het is nog een beetje wennen. Want Rijkswater, wat wij hadden bedacht, je moet het pad dus lager maken, zodat met dat hoogwater iedereen staat te popelen om dat pad op te gaan en die brug op te gaan nog. Maar Rijkswaterstaat die zit nog in de modus dat ze het hele uiterwaardegebied hebben afgegrendeld met verboden toegang. Dus ik was toch wel benieuwd of die krantenkoppen er nou kwamen. Maar gelukkig zijn wij Nederlanders vrij eigenwijs en klimmen eroverheen om alsnog via die stapstenen en de brug over dat laatste stukje van het eiland wat nog boven water steekt, en sommigen met natte voeten, toch die beleving van dat water gewoon te ervaren. Nou, het ziet er, ze zien er niet heel vrolijk uit, maar dat was met name omdat het heel koud was. Maar ik moet zeggen, ik vond het het grootste compliment, en het Dutch Design Award winnen is fantastisch. Maar ik denk dat het moment dat je ziet hoe iedereen het pad beklimt, bestijgt, gebruikt, dat dat toch altijd wel het mooiste compliment is. Een dag later verdwenen ook de stapstenen onder water en lag hij er een beetje verlaten bij. Ik weet niet of die nu nog wat doet. Er zit nog een filmpje achter waarin die goed te zien is, maar die doet het niet. Maar ik denk, en dat was net in die bijeenkomst in Rotterdam ook. Ik denk dat wij op zich in een hele mooie leefomgeving wonen, een mooie delta. Maar dat we niet moeten vergeten dat ook echt te gebruiken en te vieren. Om deze unieke momenten te laten zien en te ervaren. En daar ons leven toch ook wel gewoon mee te verrijken. En het is gewoon een. Ja, we hopen dat het in vele toekomstige projecten toch echt de dubbele doelstelling gaat krijgen om vormgevers samen te laten werken met ingenieurs om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Dank je. Blijf heel even staan, Michel. Dank voor je presentatie. Prachtig. Wat water. Ja, doe. Ik klets, neem het even van jou over. Ik klets even. Maar als ik het goed begrijp, was zeg maar Huizen Schrijnemachers de enige plek in Nederland waar de vlag uitging omdat het hoog water was. Moet ik het zo zien? En de rest van het bureau? Nou, nee. Dat zag je dus. Het was dus echt ontzettend druk van iedereen. Heel de stad, maar ook heel Nederland liep wel uit om te gaan kijken. Ja. Heel grappig, je zag net dat verboden toegang. Dan ben je toch in één keer weer heel erg in Nederland. We verzinnen dan iets. En in één keer moeten er weer allemaal regels komen. Dan kan het toch weer niet. Het toont ook een beetje de moeizame omgang die wij in Nederland hebben met de natuur. En wat de jury zei ook, de internationale jury onder zeg maar informeel voorzitterschap van Cameron Sinclair. Voor wie is Cameron Sinclair niet kent, dat is een architect en die heeft een boek geschreven, Design Like You Give a Damn. En dat is dus iemand die bij uitstek zeg maar dit soort projecten een warm hart toedraagt. Nou, en hij zei, het bijzondere aan deze brug is dat het niet alleen die klimaatverandering, waar een delta als Nederland enorm veel last van heeft, niet alleen zichtbaar maakt, heel tastbaar, nou, we zagen het, en dat wordt daadwerkelijk ook toegeëigend door mensen, maar ook een oplossing daarvoor biedt. Nou vroeg ik me af, die oplossing. Ik kan voorstellen dat dit nog niet de ultieme oplossing is. Best moeilijk met een rolstoel zo al die blokken afspringen bijvoorbeeld. Maar zou je je kunnen voorstellen zeg maar, hoe je dit principe van een brug die dus onder water kan lopen, dus de totale omkering zeg maar. Maar dat principe van hoe je kunt spelen met dat water, wat wel concreter een oplossing zou kunnen zijn dan hier in de Zalige Brug.
Nou, een lange vraag, maar... Ja, nee, dit is een vrij uitgebreide vraag. Maar ik denk wat wij hiermee hebben laten zien... of proberen hebben te integreren in dat brugontwerp... is dit soort vraagstukken. Dus niet alleen maar te kijken van... hé, we hebben een klimaatverandering en ho jee, wat nu? En het is allemaal hel en verdoemenis. Nee, we proberen het eigenlijk zo te gebruiken en in te zetten... dat het ons eigenlijk het ontwerp stuurt. En ik denk, en zo hebben we ook een brug voor, gemaakt die helemaal opgedragen is aan vleermuizen. Ja, die hebben we ook eerder ingebracht. Ja. Dus ik denk dat... en hier hebben we dus heel erg de verbinding met het water gezocht. Maar als je een brug ontwerpt in de uiterwaarden en hij staat onder water, dan moet je daar iets mee. Dat kun je gewoon niet laten liggen. Dat is doodzonde. Ja. Dus ik denk dat we daar constant naar op zoek zijn van... wat zijn nou de specifieke kenmerken waardoor we niet alleen maar onze eigen signatuur of zo aan die brug koppelen, maar dat je echt iets boven water probeert te halen, wilde ik zeggen. Ja, nee. Wordt het. Maar wat is het fascinerende? Jullie hebben meer bruggen gemaakt, inderdaad, eigenlijk best wel een aantal. Wat is, tot slot, slotvraag, hele korte vraag, wat is het fascinerende van een brug dan? Wat maakt dat als architectonische uitdaging zo spannend? Nou, ik denk dat een brug is per definitie iets wat je maakt in de openbare ruimte. Waar iedereen gebruik van maakt. Iedereen ook wat van vindt. En waarbij je gewoon ook niet weet hoe die precies gebruikt gaat worden. En wat voor evenementen er overheen gaan. Maar het fascinerende ook is dat het heel nauw samengaat met landschap. En dat je een brug voor 100 jaar bouwt. Ja, ja. Maar... Dus het is echt iets wat... dat je aan de komende generatie achterlaat... en hoopt dat ze het niet voortijdig gaan slopen. Ja, of dat die gesloten wordt vanwege de regelgeving. Nou, zo vaart zal het niet lopen. Daarvoor is hij denk ik al te veel onderdeel van Nijmegen geworden. Ik hoop het. Dankjewel, Michel. Dank je. Ja, terechte winnaar van de Dutch Design Awards. Waren jullie niet al eerdere keer genomineerd ook al? Als Next Architect? Ja, het werd een keer tijd, zeg maar, dat jullie wonnen. Dat, ja. volgende project is echt now completely something different. Zo gaat het eigenlijk de hele avond. Ik zei het al, de Embassy of Health. Elk jaar, nou, pas het tweede jaar dat het er was, maar elk jaar echt een hoogtepunt. Omdat daar, zeg maar, op die plek van allemaal zorg, ontwerpen, designers die zich verhouden tot zorg... belicht worden. En dat gaat van hele praktische dingen. Ik zag daar een soort heel, heel bijzonder steunkousen die zichzelf, als je ze aandoet, zichzelf strak trekken. Omdat het van een materiaal is gemaakt wat vernauwd door warmte. Tot en met steunkousen. Tot en met een kunstbaarmoeder. En dat was een project wat eigenlijk bij mij best veel vragen opriep. En ik hou er altijd van. Als een ontwerp bij mij vragen oproept, dan denk ik, hé, dan wil ik wat meer van weten. Dus vandaar dat ik Lisa heb uitgenodigd. Lisa Mandenmaker van Next Nature Network. En een van de bedenkers van de kunstbaarmoeder op de Health Embassy. Mag ik een warm welkom voor Lisa. Dankjewel. Ja. Ja, ik ben dus ontwerper bij Next Nature Network. En ik ga jullie wat vertellen over onze kunstmatige baarmoeder. Dus dat zag er zo uit op de afgelopen Dutch Design Week. En het was dus inderdaad onderdeel van de Chronic Health expositie. Waar verschillende projecten werden getoond die te maken hadden met de toekomst van gezondheidszorg. Het doel daarvan was om... verschillende patiënten, burgers, zorgprofessionals, beleidsmakers en anderen bewust te maken van de invloed en de rol van design in nieuwe innovaties in de zorg. En Next Nature Network is daar ook geïnteresseerd in en faciliteert graag middels design het debat over hoe natuur en technologie samensmelten en wij doen dat door middel van verschillende toekomstscenario's visualiseren en materialiseren, zodat we kunnen nadenken of deze toekomst wenselijk is. Biologische voortplanting, dat is zo'n onderwerp waar technologie steeds meer een onderdeel van wordt. Neem de anticonceptiepil, een technologie die al jarenlang geaccepteerd is.
Of IVF, in vitro fertilization, waarbij het eitje bevrucht wordt buiten de baarmoeder in plaats van via geslachtsgemeenschap. En daarna pas weer teruggeplaatst wordt in het lichaam. Een nieuwe technologie die... De eerste IVF-baby, haar naam is Louise Brown. Zij is dit jaar 40 jaar geworden. Dus het is nog niet eens, tenminste ik vond het nog niet eens zo heel lang geleden dat dit gebeurde. En sinds haar geboorte zijn er al 6 miljoen baby's op deze manier ter wereld gekomen. Dus als we dan een stukje verder denken en een nieuwe stap in deze technologie maken, dan gaan we dus denken aan een kunstmatige baarmoeder. En die spreekt behoorlijk tot de verbeelding. Het is namelijk niet een heel nieuw idee. Het werd al beschreven in de sci-fi novel A Brave New World in 1932. En er is ook al eens patent aangevraagd op een kunstmatige baarmoeder in 1955. Middels een bouwtekening en een uitgebreide beschrijving hoe dat dan zou moeten werken. En vorig jaar slaagden onderzoekers erin... van het Philadelphia Children's Hospital om een prematuur lammetje verder te laten rijpen in een biozak die fungeerde als baarmoeder. En ze hebben hem daarna ook gezond ter wereld geholpen en dit experiment ook meerdere keren herhaald. Dus de technologie werkt. Ja, deze 3 afbeeldingen vormden een beetje een leidraad voor ons om na te denken hoe zo'n baarmoeder, zo'n kunstmatige baarmoeder nou zou moeten werken en hoe die eruit zou moeten zien. Dus vanuit die bouwtekening wisten wij, we hebben een container nodig die gevuld moet worden met een vloeistof die lijkt op vruchtwater. Daar komen, dat moet ververst worden, moet op temperatuur gehouden worden. Er moet een bloedcyclus bij zijn die waar bloed wordt rondgepompt door bijvoorbeeld een hart-longmachine, maar misschien kan het ook wel door het hartje van de foetus. En waaraan ook aan dat bloed medicijnen en extra voeding kan worden toegevoegd. Het voordeel van deze technologie is dat we heel veel premature babytjes het leven kunnen redden. Daarnaast is het ook heel interessant voor gendergelijkheid, dus gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wat zou dat betekenen als we een kunstmatige baarmoeder hebben? En ook voor nieuwe mogelijkheden voor alternatief samengestelde gezinnen. Daartegenover staat dat er nog heel veel technologische uitdagingen zijn. En ook wat ethische vraagstukken waar we goed over na moeten denken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het abortusvraagstuk. Dat wordt wel nog een stuk lastiger met kunstmatige baarmoeders. Dus genoeg stof voor debat rondom een kunstmatige baarmoeder. Ik was vergeten te zeggen dat wij dus dit project samen hebben gedaan met het Maxima Medisch Centrum, TU Eindhoven en het Athena Instituut. Maxima Medisch Centrum is, daar hebben we heel veel mee samengewerkt met de afdeling gynaecologie en neonatologie. En het hoofd van die afdeling is Giet Oei. En hij heeft echt die ambitie en motivatie om binnen de komende jaren echt een werkende kunstmatige baarmoeder te maken in het ziekenhuis. Waar jullie nu naar kijken is een animatie gemaakt door het ziekenhuis. En daaruit blijkt wel hun voornaamste doel, namelijk die premature babytjes van 24 weken, door die kritieke fase naar 28 weken te helpen. Die fase, die tussen 24 en 28 weken, is nu, daar is een heel hoog sterftecijfer. Als een babytje geboren wordt bij 24 weken, dan overleeft 61% het niet. Bij 25 weken is dat dan nog maar 43%. Maar als we ze van die 24 weken, als ze dan geboren worden en we kunnen ze in een kunstmatige baarmoeder stoppen, dan overleven ze dat wel. En dan na 28 weken gaan ze dan pas de couveuse in. Wat ook helpt is dat ze dan minder kans hebben op hersenschade, chronische ademhalingsproblemen of netverliesproblemen. Maar hoe moet zoiets er dan uitkomen te zien? En dat is dus waar wij bij Next Nature over na hebben gedacht. Waar wij ons vooral op gefocust is voor dit ontwerp is het concept groei.
Vaak kwamen afbeeldingen voorbij van een botanische tuin of een pompoenenveld waar pompoenen aan het groeien waren. En dat vormde eigenlijk een soort inspiratiebeeld voor hoe de kraamkamer van de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. De installatie is ook zo vormgegeven dat het dus vragen oproept, zoals Jeroen al zei. Het is een intrigerend beeld en dat is wat we bij Next Nature ook willen doen. We willen dat debat faciliteren en gesprekken aangaan en mensen moeten vragen stellen van klopt dit wel of klopt dit niet? Wat zou je wel willen? Is dit wenselijk? Dat soort dingen. En daardoor vormt die installatie ook voor ons een soort testsite voor het grotere project waar we mee bezig zijn. Om die reacties te kunnen verwerken. Ja. Je gelooft er niet echt in? Nee, ik geloof er niet in. Waarom niet? Ik denk toch dat de vrouw er echt voor nodig is. Om het kind te laten groeien. Ja, ik vind het wel een hele spannende ontwikkeling. En ik hoop echt dat het een mogelijkheid biedt voor ouders. Met toch veel te vroeg geboren baby's. Omdat die baby's toch kunnen blijven leven. Dus dat zijn een beetje de twee uitersten van de reacties die we krijgen. Links zien jullie trouwens Giet Oei en rechts Hendrik-Jan Griefink, waarmee ik dit samen heb gemaakt. Al deze reacties die worden verzameld en die zijn in kaart gebracht door de studenten van het Athena Instituut. En die informatie gebruiken wij voor ons project waar we nu mee bezig zijn, onder de werktitel Reproditopia. En in dit project onderzoeken we eigenlijk hoe zo'n technologie, zo'n nieuwe technologie, hoe dat ons denken gaat beïnvloeden over onze ideeën over voortplanting, over gender, over mens-machine relaties en over mens zijn. En daarnaast willen we ook graag nadenken over wat zijn dan die verschillende manieren hoe zo'n kunstmatige baarmoeder er dan uit kan komen te zien. En wat dat dan betekent. En ook om te onderzoeken hoe we zo'n nieuwe technologie op een zo natuurlijke en humaan mogelijke manier kunnen benaderen. Om zo uiteindelijk de conditie van de mens te kunnen verbeteren. Dat was hem. Dankjewel. Dankjewel, Lisa. Het is me een stuk duidelijker al. Ja? Heel fijn. Heeft het wat beantwoord? Nou, nog niet alles. Nee, ik heb hier een paar vragen nog staan. Om te beginnen, toch nog even door op waarom ziet het eruit zoals het eruit ziet. Mm-hmm. Je stipt al aan, het is voor een deel dus begrijp ik ook gewoon het creëren van een intrigerend beeld. Ja. Ik vond dat er best wel een spanning tussen die science fiction achtige uitstraling en tegelijkertijd moet het heel functioneel zijn. Ja. Een lamp moet licht geven, maar een kunstbaarmoeder moet echt wel doen wat hij moet doen, zeg maar. Hè? Ja. Daar kan geen Dutch design-achtige lagen overheen. Welke rol spelen die ballonnen dan in zeg maar, het functioneren? Liggen die baby's daarin, bijvoorbeeld? Ja, nou, hoe we dit beeld hebben gecreëerd, dat is wel dan, daar zouden de baby's dan in moeten liggen, inderdaad. We hebben wel gekozen om voor meer theatrale vorm. Dus die ballonnen zijn best wel groot. Zo groot hoeft het waarschijnlijk niet te worden in het echt. Maar ik denk dat voor ons als ontwerpers is het belangrijk om dat intrigerende beeld dus te creëren. En niet zozeer over de functies van hoe dat nou precies gaat werken. De expositie was ook zo opgebouwd dat we daarnaast de technologische uitdagingen waar het ziekenhuis zich op focuste, die hadden we daarnaast dan een soort van uitgelegd van waar ze daarop focussen. Maar toen ik ook die informatie doorgestuurd kreeg, dus snapte ik er eigenlijk helemaal niks van. Nee. En, dat is dan puur, dat is dan de wetenschap en dat vertelt mij niks. Dus hoe ga je dat dan vertalen naar een beeld waar mensen iets mee kunnen of iets van over kunnen vinden, zeg maar. Dus eigenlijk die ballonnen is niet, moet je helemaal niet zien dat dit letterlijk iets is van baby's liggen in rode ballonnen met allemaal snoeren. Maar het zou meer, kunnen. Het zou kunnen, ja. Voilà. Je laat een soort suggestie van hoe we dit in de toekomst zouden kunnen gaan zien in ziekenhuizen. Ja. Zit er een soort van een tijdschema achter? Waar moeten we aan denken? Een kunstbaarmoeder vanaf 23 weken, over 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat Giet Oei, die was wel echt gewoon binnen de 5 jaar misschien. Ja, okay. In ieder geval ja, 5 tot 10 jaar, denk ik. En zo snel gaat het. Ik weet het niet. Ik weet het niet precies. Okay, nee. En weet jij dat het uiteindelijk, want dat is natuurlijk, hè, je zei over abortus, dat een lastige wordt. Omdat dus zeg maar, het kan zijn dat die. Ja, waarom eigenlijk? Ik begin meteen. Mijn fantasie slaat helemaal op hol. Maar... Nou ja, ja, kijk, ik vind het. Hoe die over die kunstmatige baarmoeder nagedacht werd en hoe dat verhaal overgebracht werd op de Dus Design Week ging dus vooral over die door die kritische fase heen halen. Maar stel als het nou echt bestaat en we zouden van IVF meteen naar een kunstmatige baarmoeder kunnen, dus dat de hele zwangerschap buiten het lichaam kan plaatsvinden. Ja, dan komen er dus allemaal van dat soort ethische vragen. Maar ja, het abortusvraagstuk is dus als je als vrouw heb je het recht om te beslissen dat je het niet wil dragen. Dus dat je, dan mag je dat weg laten halen. Maar daarna mag je daar eigenlijk niet meer over beslissen wat er dan nog mee gebeurt. Dus als je het er levend uit kan halen, dan mag het ziekenhuis beslissen, dan stoppen we het in een kunstbaarmoeder. Of er komt zeg maar een dus politieke lobby om te zeggen van nou, de vrouw die mag het afstoten, maar wij nemen het en wij hebben dan een ziekenhuis waar daar moet dan een nieuw geaborteerde... beleid. Ja. Ja, dat zijn serieuze vragen die, die jullie ook zeg maar wel willen aanstippen met dit ontwerp. Dat daar wel over nagedacht moet worden. Ja. Als wij hiermee doorgaan en als dit een nieuwe toekomst wordt, dan moeten we hier wel over nadenken. Nou ja, je refereerde aan Brave New World. Ja. Dat is niet een boek wat een hele zonnige. Nee, en dat een hele zonnige toekomst wat daarin geschetst wordt. Nee, en dat is ook met Reproditopia. Dat eindigt op Utopia. Meestal met dit soort technologieën wordt daar op een dystopische manier over aan gerefereerd. En dat is ook onze uitdaging bij Next Nature. Om dit dus op een utopische manier weer te gaan geven. Om te laten zien dat het ook dat klonen helemaal niet erg hoeft te zijn bijvoorbeeld. Ja. Nou, noem dan even één voordeel van klonen. Nee, ik weet niet. Nee, dit, klonen, dat weet ik niet. Dat heeft niet zo heel veel met baarmoeders te maken. Maar dat is wel een onderwerp wat daaronder gaat vallen, onder die Reproditopia? Klonen niet, denk ik. Nee. En zeg maar het genetische inbreken op het DNA en op die manier... De designerbabies. Designerbabies, precies. Ja, ja dat denk ik dat wel een onderdeel gaat worden. Ja. Dat zijn inderdaad hele grote thema's die daaronder vallen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Heb je al een stip op de horizon volgend jaar? En staan jullie weer op de Dutch Design Week bijvoorbeeld? Nou, dat hoop ik wel. Ja, dat kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar ja, de tijdlijn was wel volgend jaar moet er wel weer wat staan. Ja. Oké, maar heb je al een idee wat jullie hierna gaan oppakken uit dat thema? Uit het thema kunstbaarmoeder? Nou nee, Reproditopia. Reproditopia. Ja, omdat we zijn nog een beetje in gesprek met welke partners er mee gaan werken. We willen eigenlijk blijven samenwerken met het Maxima Medisch Centrum. Dus ik denk dat we gaan focussen op die verschillende vormen van hoe zo'n baarmoeder eruit zou kunnen komen te zien. En meer die culturele kant daarvan belichten. En dan kunnen we de wetenschap vanuit het ziekenhuis kunnen we daarbij gebruiken. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel. Dat het vertrekpunt zeg maar wel echt in die praktijk ligt. In zeg maar, er moet ergens een kern van realiteit. Ja, dat zeker. Het vertrekpunt moet ergens reëel zijn in die Reproditopia. Ja. Oké. Okay. Ik ga de zaal een mogelijkheid geven als iemand een vraag heeft. Naar aanleiding van dit project, wat ik me op zich nog wel zou kunnen voorstellen. Is nu het moment, bijvoorbeeld? Nee, nou, het is toch heel helder. Wat fijn. Gelukkig. Al mijn vragen zijn voor nu ook zeker beantwoord. Maar het is wel een project wat ik echt op de voet ga volgen komend jaar. Omdat het aan zeg maar, de kern van wat ons mensen maakt en wat ons menselijk maakt, raakt. Dat zeker in een tijd waarin natuurlijk robots en kunstmatige, steeds meer kunstmatigheid in ons leven komt, heel veel essentiële vragen raakt. Dankjewel, Lisa. Dank je. Ja. And now for something completely different. Alweer. Design. Laten we er ook geen doekjes om winden. Design gaat natuurlijk ook gewoon over hele mooie dingen. Die ook op een hele ambachtelijke en krachtige manier gemaakt zijn. En dat gaat ook over creativiteit en originaliteit. En
ergens ligt er ook wel een soort fundament van dat design in het interieur. Dat is ergens ook wel een soort bakermat waar ook wel die Dutch design week vandaan komt. En dit jaar, zeg maar, in dat klassieke design duo wat mij opviel was Os en Os. Ze draaien al wel wat langer mee. En ze hadden echt een fantastische presentatie. Ik zei het al, een stukje Milaan in Eindhoven. Ze zijn met z'n tweeën, Oscar en Sophie. Vanavond is alleen Oscar er. Mag ik je uitnodigen op het podium, Oscar? Mag ik een warm welkom voor Oscar Peet? Dankjewel, Jeroen. Als Jeroen zegt, wij zijn eigenlijk gewoon een studio van twee mensen. Links op de stoel is Sophie en dit is onze studio in Eindhoven. Ik kom zelf uit Canada en ik kom in 2004 naar de Design Academie en 5 jaar later samen met Sophie zijn we afgestudeerd in Eindhoven. De eerste vraag altijd is, waar komt de naam vandaan, Os en Os? Oscar is redelijk simpel, Oscar. Sophie is iets moeilijker. Als klein kind vond Emma, zij is ook aanwezig vanavond, ze vond het heel moeilijk om Sophie te zeggen. Dus had, voor een van de redenen komt Oosje eigenlijk uit. En bij de familie thuis is altijd Os en Os, omdat we zijn ook een stel. Ik ga naar de volgende slide. Ik ga het gewoon 3 afbeeldingen laten zien van onze show in Eindhoven. Je moet je voorstellen, dit was een ruimte van ongeveer 600 vierkante meter. En dat geeft ons de ruimte om eigenlijk de muur te gaan bouwen. En het idee van wij gaan nu een soort van overzicht, tentoonstelling maken eigenlijk van onze studio en die afgelopen 5 jaar. Omdat officieel bestaat de studio 5,5 jaar. Vanaf het moment van inschrijving van de Kamer van Koophandel. Dus ja, ik wil gewoon even laten weten dat wij zijn niet zomaar een studio die bedenkt gewoon mooie dingen. Wij vinden het heel belangrijk eigenlijk om dingen te maken die heeft een belangrijk of een duidelijke reden waarom het moet gemaakt worden. En voor die reden zijn we eigenlijk, onze soort van motto is eigenlijk een studio for contemporary objects and spaces derived from concept but rationalized by purpose. Wat ik daar wil mee zeggen is dat die rationalized is eigenlijk om te zeggen dat al die dingen wat wij maken, die zijn eigenlijk wel producten uiteindelijk. Het heeft gewoon een functie. Heel veel van onze werk die zit in die randje van kunst, kunnen we wel zeggen. Heel veel van onze werk zou misschien wel in de musea ook kunnen passen, omdat wij houden ook van een heel mooi beeld. Maar uiteindelijk zijn er gewoon de grenzen eigenlijk vastgelegd door onszelf. Eigenlijk om te zeggen van nee, die moet eigenlijk een functie uitdragen. En daarom eigenlijk komt die ontwerp daaruit. Dus wij geven een beetje de 4 richtingen. Aan de linkerkant zie je gewoon onze limited edition werk. De studio is eigenlijk begonnen met limiteerde oplagen. Het was niet per se de bedoeling, maar als jong ontwerp studio, je bent net afgestudeerd, je komt eigenlijk in 2009 die crisis in en je moet eigenlijk gewoon de wereld laten zien wat je kan. Begin je gewoon dingen te maken. En we gaan het eerste project na deze slide gaan we gewoon over onze Syzygy lampen praten en dat is eigenlijk de eerste werk die was eigenlijk het begin van onze studio. Vanuit de limited editions uiteindelijk, gelukkig, komt ook gewoon dingen in production. Dus we hebben gewoon eigenlijk werk met Please Wait to Be Seated, is die stoel daar. Maar ook met grote labels als Fontana Arte, die meubelverlichtingbedrijf in Italië. En ook bestek en borden eigenlijk met een Canadees bedrijf. Afgelopen jaar of 2 nu doen we heel veel retail design. En dat is eigenlijk vooral voor Ace & Tate. Is een brillenmerk. Die is echt hier begonnen in Nederland. En die begint hard te worden. En die gaat allemaal winkels in Europa neerzetten. En als laatst zijn we ook gewoon bezig met projecten in de derde wereld. En waar we waren 3 jaar geleden gevraagd om eigenlijk naar Zanzibar te gaan om te beginnen met een project die gaat over glas. En 20 jaar toerisme.
komt eigenlijk 20 jaar toeristen daardoor. En daardoor die komt al die flessen. Die gaat naar al die hotels toe. En mensen drinken al die alcohol op en weet ik veel wat. En elke fles die is ooit gestuurd naar Tanzania, naar Afrika, is eigenlijk nog steeds achter die hotels. Of weggeflikkerd in de zee. Of eigenlijk op een soort van landfill. Dus wij zijn uitgenodigd om te komen kijken en oplossingen te vinden voor die glasafval. En dan als recent zijn we ook net gevraagd naar Rwanda te gaan voor de New Agriculture Universiteit. En daar gaan we die interieurs verzinnen. En dat betekent dat al die meubels die moeten verzonnen voor die universiteit, moet eigenlijk lokaal gemaakt worden en ook door lokale materialen. Dit is het allereerste project wat we ooit gedaan. En dit is 5,5 jaar geleden. En het was eerst laten zien in de Dutch Design Week. Het gaat over die woord syzygy. Syzygy is een naam van NASA. En NASA zegt dat syzygy is een perfecte rechte lijn van de maan, de planeet en de zon. Dus onze inspiratie komt eigenlijk uit een artikel in de krant. En die wetenschappers zeggen dat op aarde komt er een soort van winterslaapperiode voor de zon. En dat betekent een paar graden temperatuurverschil op aarde. En dat begon eigenlijk de denkproces van hoe gaan wij iets doen met het idee van herwaardering. We vonden het heel leuk om te denken van oké, eigenlijk is de zon onze allereerste lichtbron. En die zon gaat niet aan en uit met een lichtknopje, maar die gaat met een verloop. Het is eigenlijk gewoon sunset, sunrise, eigenlijk een hele dagproces. Dus we hebben gewoon een speciaal materiaal gevonden en die werkt met hoe licht werkt. En dat is met een golflengte, dus horizontaal en verticaal. Dus als mijn vingers zo houden, kan die verticale golflengtes doorheen. Maar als ik één schijf dan draait, dan blokkeer ik die horizontaal en die verticaal golflengtes. En eigenlijk kan licht helemaal niet door de filters komen. Dus je ziet eigenlijk de lampen gewoon helemaal links. Die is gewoon echt in line met elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar als je die draait, kun je eigenlijk gewoon echt een soort van verloop van licht of helemaal blokkeren. En daardoor eigenlijk heb een soort van ja, menselijke schaal van hoe die zon werkt eigenlijk binnengebracht in die in de woonkamer. En dan in de rechterbeeld hier zie je eigenlijk een idee van mensen, is het een klok, is het een licht? En ze zeggen van, ah, we kunnen ook gewoon alle twee doen. En dat is met die kleine stipje daar rechtsonder, zie je gewoon een grijze betonnen stip. En dat is een lichtsensor, hij stuurt informatie naar de computer. En die rubberen kabels die draaien, die schrijven voor jou in plaats van met die andere lamp, je doet het gewoon zelf. En jij kan dan de lamp verandert het licht vanzelf. Hij meet gewoon hoeveel licht in de ruimte is op dat moment. En als een wolk of het wordt gewoon 's nachts, wordt die licht minder in de ruimte en wordt de lamp dan vanzelf feller. Meer een recent project is dan ik kom uit Canada zelf. Daar ben ik opgegroeid en die inspiratie was een beetje soort van dit object in het midden om hout te zagen. En die idee is dat je eigenlijk gewoon door die stamboom eigenlijk kun je gewoon gaatjes inboren en je kan eigenlijk een tak inzetten. Je kan op een heel eenvoudige manier een meubel van maken. En we zijn gevraagd door een residentieprogramma in Oostenrijk, in Graz. En eigenlijk iets te verzinnen. En omdat die kasteel is eigenlijk van de familie Liechtenstein. Ze hebben gewoon eigenlijk 150 kastelen in Oostenrijk. En omheen heb je gewoon natuurlijk heel veel landgoed. En het is gewoon de inspiratie om eigenlijk iets te doen met dit hout. Maar dan natuurlijk met een nieuwe technologie. En je ziet het aan de rechterkant. Het is een extrusiebuis. Dus eigenlijk komt uit die industrie. En dit werkt met een nieuwe machine. Die bestaat alleen maar 5 jaar ongeveer. Maar het is een 3D lasersnijer. Dus die buis draait eigenlijk zo te zeggen. En de laser kan ook gewoon echt helemaal 3D ook bewegen. En die kan heel detailleerd precies in ingrepingen maken. En dan kan die poot eigenlijk erin. En dan met een kleine tapse pinnetje eigenlijk houdt die poot vast. En op die manier werkt het dezelfde manier als een soort van boom met een tak erin. En daar kunnen we gewoon een hele collectie van verzinnen. En dat zie je hier, dat je ziet gewoon al de krukjes, de lange banken, schragen, maar dan ook een kast. Het is helemaal geïnspireerd op het idee van hoe de laser kan eigenlijk materiaal weghalen. En dan kunnen wij gewoon dingen toevoegen. En dan heel belangrijk was dat alles wordt opgebouwd zonder schroeven, lijm, geen las. En er is eigenlijk heel veel reden uiteindelijk waarom heb aluminium voor gebruikt. Omdat je kan analyseren en de dikte van het materiaal wordt niet groter. En daarom kun je eigenlijk krasvrij en echt hufteproef meubels van maken.
nog een paar beelden. Je ziet een tafel in de middel. In de midden, die ziet gewoon eigenlijk een hapje eruit. Dus hij past in die buis. En dan daardoor wordt die buis eigenlijk niet meer hol. Dus je kan gebruiken als een bakje. En die andere is een soort van afstand houden naar de grond. Links is dan die schragen met een kapstok achterin. En daar kun je je kleding overheen hangen. Iedereen heeft een stoel waar je gewoon alles overheen flikkert. En aan de rechterbeeld zie je eigenlijk gewoon die stukje wat gaat naar de muur toe. En daar is het idee dat je gaat daar je kleding hangen opzetten. Je shirts kan laten hangen, je broek kan overheen. En je kan volstoppen met sokken of telefoon, sleutels, dat soort dingen. Dus die is heel goed voor die gang, voor hotels, voor die badkamer of slaapkamer. Dit is een eigen opdracht voor een penthouse in Beirut, in Libanon. En ze hebben ons gevraagd eigenlijk om spiegels en meubels in marmer te gaan maken. En heel veel van ons werk heeft iets met gelaagdheid of transparantie. So deze spiegels werken met een folie. En eigenlijk is het half transparant. Je kan eigenlijk door alle lagen glas gaan kijken. En die folie is dan net zo opgezet dat je eigenlijk met een donker achtergrond zie je eigenlijk meer spiegeling dan eigenlijk als er geen donker achtergrond achter zit. En dan eigenlijk is het een spel tussen reflectie en transparantie. En als het licht verandert in de ruimte, dan zie je eigenlijk hoe die kleuren mengen op een andere manier met elkaar. En ja, het is eigenlijk een fascinatie voor materialiteit. En het is iets wat de studio veel gebruikt, is eigenlijk echte materialen. Dus wij gebruiken eigenlijk geen nep-materialen. Meestal van onze materialen zijn echt metaal, echt marmer, echt glas, echt geen plastics en dat soort dingen meestal. Ik ga nu even schakelen naar onze eerste interieur voor Ace & Tate. En dit was voor Eindhoven. Dus het idee was eigenlijk een lokaal ontwerpers te gaan vragen om eigenlijk iets te doen voor elke stad waar die winkel komt. En onze inspiratie was Philips. Philips is eigenlijk een groot en superbelangrijk onderdeel van Eindhoven. En je ziet het in de gebouwen. Die basis van al de gebouwen van Philips zijn altijd gewoon echt vierkantjes. Het is gewoon echt vloeren met pijlen gewoon tussen. Ze gaat gewoon bouwen en al de ramen zijn perfecte vierkantjes. Dus we vonden het heel mooi om eigenlijk gewoon die gids, die roosters te gebruiken als inspiratie. Maar die zijn natuurlijk ontworpen om niet te buigen. Dus wij moeten uiteindelijk alles gaat laser snijden. En dan alles past een soort van kliksysteem, net als een soort van puzzelstukken. En dan allemaal gelast op zijn plek. En op die manier kunnen wij ook gewoon echt precies ontwerpen hoe die schermen wil hebben. En dan ook integreren met de meubels. Dus die zitbankje hoort eigenlijk gewoon een onderdeel van die schermen zelf. Het idee ook achter was dat je bent bezig met je uiterlijk. Je bent bezig met jezelf. Dus je wil gewoon eigenlijk een beetje privé ruimte maken. Maar de personeel wil ook gewoon zien van oké, hoeveel mensen zijn in de winkel? Moet ik iemand helpen? Dus het idee was ook transparantie weer. Die winkel is ook heel diep. En het idee was eigenlijk hoe kunnen we gewoon echt transparantie inhouden, maar je het nog steeds gewoon echt een beetje privé voelt. Dus het was heel belangrijk dat je gewoon recht doorheen zie je gewoon wat aan de andere kant staat. Maar als je een beetje die beweegt door de ruimte, dan door die ronding van de roosters, dan opeens is die transparantie helemaal weg. En het speelt ook met een mooie verloop van kleur. En rechts de beeld zie je ook een van onze lampen. Ik ga niet verder uitleggen, behalve dat dit geen gemaakt is van siliconen. En je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort van gekookt stukje spaghetti. Met lichtbronnen gewoon tussen. Dus je kan eigenlijk gewoon ophangen. En dit werkt van het plafond naar de muur. En die kan ook naar de grond toe. Dus wij maken allemaal opmatige installaties met dat lichtbron. Vanuit de winkel, we vonden het heel leuk om eigenlijk iets te doen, omdat iedereen ziet gewoon alleen maar wat ze ziet. En ze denken van, ja, wat anders kan dit scherm worden? Dus wij hebben eigenlijk een lamp en een bank verzonnen daarmee. En Sophie in de linkerfoto staat gewoon achter en is ook een transparante lichtbron. Dat was echt bijzonder, is eigenlijk een Perspex schijf. En die schijf heeft eigenlijk een gid gefreesd eigenlijk in. En als de licht schijnt van buiten naar binnen toe, dan vangt hij het licht op omdat hij ketst eigenlijk van dat gefreesde lijnen vanaf. Dus eigenlijk is die lamp van voor helemaal transparant. En de voorste gedeelte vangt het licht op eigenlijk als een soort van diffuser. Interessant hoe het werkt. Dus van de voorkant is het heel zacht licht. Van achter, omdat het gewoon echt in de gids zit, is het meer pixelachtig en een stukje feller. En daar hebben we ook een bankje voor verzonnen, allemaal van staal en dan gepoedercoat.
De laatste winkel hebben we net afgerond is in Groningen. En Groningen is bekend van, van de Korenbeurs. En Korenbeurs is eigenlijk waar die Albert Heijn nu zit. En daar heb je gewoon heel veel licht omheen. En het is een handelsstad en ook een enorme studentenstad. Dus wij hebben gewoon eigenlijk die idee van Riet. Die is niet gewoon koren, dat snap ik wel. Maar dat is eigenlijk een interpretatie daarvan. En die eye test rooms zijn helemaal bekleed in riet, met de rietendakkers. En dit is een Nederlands bedrijf, die is net gestart. En die maakt eigenlijk kunstriet. En alleen maar door die kunstriet te kunnen gebruiken, mag er eigenlijk voor de van de wethouding om eigenlijk gewoon onbrandbare riet eigenlijk in de winkel te plaatsen. Daar mag er wel gebruik van maken. Dus dat was een heel leuke eigenlijk toevoeging in de winkel. Met het idee van de concept. Altijd gewoon echt iets uithalen van de stad. En dan eigenlijk daar aanpassen en een concept. En dan die design van maken. Die andere belangrijke concept was natuurlijk studentenleven. En als je bent student heb je gewoon geen geld eigenlijk. Je moet eigenlijk gewoon do with what you have. Zo te zeggen. Dus als je een tafel maakt, dan pak je gewoon misschien een deur. Je zet hem op een schrager of je pakt gewoon beton. Dus eigenlijk achterin, ik heb geen goede foto van. Nee. Maar het is eigenlijk gewoon gelaagdheid, een beetje van beton, wat je ziet bij een constructieplek. Dat je gaat op de stapeling, heel simpel manier van stapelen van beton met latjes tussen. En eigenlijk heb je gewoon die meubels eigenlijk op die manier bedacht voor de winkel. Heel simpel. En ik zie dat ik precies 26 seconden heb, dus dit is het laatste plaatje. Dus kleine spiegels en dan Sophie draagt die siliconenmateriaal van onze andere lamp. Dus dat was mijn verhaal. Spot on, well done. Dankjewel. Tot op de seconde getimed. Fantastisch. Ik heb een paar korte vragen even. Allereerst, je zei jullie zijn begonnen in een zeg maar, meer galeriecircuit. En jullie werk zou zeker ook heel goed passen in een museum. Zowel in een museumrestaurant als op zaal. Heb ik toch een vraag. En dat moet een eenduidig ja of nee of een voorkeur uitspreken. Als je moet kiezen tussen jullie object in het museum of in de woonkamer. En dan bedoel ik niet de woonkamer, mijn woonkamer, maar duizenden woonkamers. Woonkamers. Oké, okay, MoMA, New York. Ja, natuurlijk is het superleuk om echt te hebben. Maar uiteindelijk, omdat het gewoon functionaliteit bij zit... Ja. Ik ben geen kunstenaar, dus dit mag gebruikt worden. Ja, nee, precies. Dus de ambitie is ook eigenlijk vooral dat contact zoeken met de industrie. Ja. En de grote reden dat we hebben gewoon al die limiteerde en galeriestukken gemaakt... is dat ja, je moet als jonge ontwerper één manier proberen je handschrift laten zien in de wereld... en hoe je werkt. Ja. En waarom jij bent anders dan ander. En op die manier, ja, dat was gewoon echt de galeriewereld ingegaan. En ja. Nu komt eindelijk gewoon echt de grote bedrijven denken van... oh, ik snap het wel. Kunnen wij een variant van maken of ons vragen voor iets totaal anders? Ja. Het was op deze dia's niet helemaal goed te zien hoe mooi ze verder ook zijn. Maar die fantastische materialiteit, hè, die ronde bankjes. Dat is echt van aluminium, het lijkt wel fluweel. Het is fantastisch afgewerkt. Daar zul je dan, als je dus die duizenden woonkamers wil bereiken, ergens... een klein compromis in maken. Niet dat ze nou meteen van plastic... Absoluut, ja. Niet meteen van plastic gemaakt hoeven worden. Maar ergens zul je daar... wil je ook dat grote publiek... Is dat iets waar toen jullie bereid zijn? Ja, tuurlijk. Ja, die bank is eigenlijk van staal gemaakt. En stel dat IKEA komt even langs. Ja, en zei van ja, ik wil gewoon de bankjes gewoon wereldwijd produceren. Ik vind het gewoon perfect. Ik heb gewoon op die manier mijn... ultieme beeld kunnen neerzetten. Dus oké, als wij mag het gewoon zo maken zoals we willen, dan zo ziet het eruit. En dan is het veel makkelijker daarna te zeggen van, en hoe ga ik een compromis maken? Want ik heb al mijn ideale beeld gemaakt. Dus als je zegt van, dit is gewoon veel te veel materiaal of weet je voor wat, ja, tuurlijk ben ik gewoon bereid om eigenlijk dat aan te passen. Ja. Oké, nou dan houden we je aan. we hebben getuigen. Laatste vraag. Ga je dit jaar ook een stukje Eindhoven meenemen naar Milaan? Oftewel, gaan jullie naar Milaan toe met z'n tweeën? Ja, ik denk dat het misschien iets te vroeg is om te zeggen, maar die project in Graas, in Schloss Holendeck, zij heeft iets speciale plek georganiseerd. En zij is op zoek naar haar favoriete ontwerpers. En dus wij zijn op de lijst om het te laten zien. Okay, nou, dus de mogelijkheid is opeens vanaf 2 dagen geleden om dit te brengen naar Milaan. Wauw, nou ik kijk er nu al naar uit. Dankjewel Oscar, dankjewel.
Next presentation. I'm going to switch to English now. Next speaker is Alice Wong, originally from China. She didn't have like one project in Eindhoven. She didn't have two. She didn't have three. It was four projects, right? Okay, so she's like the busiest girl in town that week. She has a very special project. Can I invite you on stage first, Alice? Can I have please a warm welcome for Alice Wong? Yeah, do have a seat, relax. You're a story designer. Yeah. And one of of all four, the project that, another project I knew already, it wasn't like really new, but the project I chose, I wanted to show here is a short movie of a documentary, or how should we call it? It is supposed to be a museum installation, so I uniquely have 7 screens. So. Okay, now we have 9. Yeah, we have 9 now. Okay, and we're going to show it. It's 6.5 minutes, so make yourself comfortable. I do have to warn a little bit. There's a lot of fast changes in the images, so if you're really sensitive to fast changing light, you might be a little bit careful, but I think, I just have to say, because, but I think we'll be okay. We'll be okay. Shall we watch the movie now? Yeah. Yeah, all right. I went to Hangzhou West Lake. The foreign visitors come, I practice my English. I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me, and the newspaper I read. When I graduated, I was assigned to teach in a university. So for 5 years I've been teaching, I worked hard. Everything I taught my students are the things I learned from books. I should leave the school, spend 10, 15 years, get all the experience, and then go back to teach. Then I came to America in 1995. First trip to the States. First time in my life I touched the keyboard of computers. And he started searching things on the internet. When he searched China, nothing came up in the search results. So he said to himself, if I can put Chinese companies on the internet and allow them to connect with business people in the US and other countries, I could create a really powerful business. This thing could be big. Without knowing anything about technology, computer, we started the first company using internet to open Sesame for small business online. It's now the biggest e-commerce firm in the world, dwarfing the combined sales of Amazon and eBay. Alibaba has helped create hundreds of millions of internet consumers, a whole new social class in communist China. When Jack Ma dreamed up Alibaba in 1999, the online world looked nothing like it does today, and the World Wide Web barely reached all the way to China, where retail stores were rare outside the big cities. For most of the country, there was no such thing as package delivery or credit cards. The only way to buy anything was face-to-face and in cash. When we started the e-commerce, nobody believed that China would have e-commerce because people believe on the Guanxi, face-to-face. There's no trust system in China. For e-commerce, the most important thing was trust. Everything we do is trying to build up the trust system. When we launched Taobao, we thought we're going to have a big business in about 1 month. But for the first 5 days, nobody come here even shopping. We have to buy ourselves. He sell, we buy. First month, when somebody came to sell, no matter whatever he sell, we buy them. That would tell them, well, this thing really can be able to sell. So more people come sell. We bought a whole house of things, garbage, they're no use. But at least we build up the trust. At least the 60 million trust happening every day. People don't know each other. I don't know you, I send products to you. You don't know me, you wire the money to me. And I don't know you, I give a person a package. I don't know him. He took something to sell, cross the ocean, cross river, and send. This is the trust. For the first 3 years, we made zero revenue. We have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. Chinese e-commerce giant Alibaba began offering massive online bargains to its platform. Seeing the potential of Alibaba's move, most Chinese retailers jumped on board the next year. Now, Singles Day has become the biggest shopping day in the entire world. A bunch of bachelors in Nanjing started the holiday in 1993. The date 11/11 looks like 4 single guys. Singles Day is no longer about being single, it's about spending money. More than 500 million Chinese shoppers. It's convincing a whole lot of singles to shower themselves with gifts. Exactly at midnight on November 11, discounts appear online. God bless anyone that's trying to go to a shop.
We sell things not by months. We sell things not by day. We sell things by seconds. Hollywood stars helping to kick off the biggest shopping day on the planet.双十一把我们大家搞得很累，对吧？物流也累，技术也累，带宽也累，支付宝也累。但是没有双十一，我们就不可能做到今年我们每一秒钟38万笔交易，因为没有公司有过这样的挑战和经历。双十一其实本身对我们来讲没什么赚钱，双十一我们希望是给消费者带来快乐，给商家带来快乐。双十一最重要的一点是提升我们的技术力量。我们相信每一年的双十一都是10年以后的平均的量。阿里比其他所有公司来的技术需求大一点，因为停了阿里意味着停3000多万的就业。Today we create 33 million jobs for China.When you have more than $100 million, $1 billion, that money does not belong to you. It's the social responsibility. If people trust you, ask you to manage the money better. What would you say to an American investor who is really interested in your company, but worries about interference from the government, transparency, books, regulators we don't understand? How do we get around all of that? Trust.Trust us, trust the market, and trust the young people, and trust the new technology. If you ask me, how can we last our success? We believe we should support more young people, more SMEs, more women. We should make an economy that is big enough, enable every young people, every small business, every woman. They want a global buy, global sell, global deliver, global pay, and global travel with the technology we're giving. I don't want 15 years later, we're still talking about why and how e-commerce can help people.Forget about e-commerce because they think it's like electricity. Nobody thinks it's a high tech today. Laptop, fitness equipment, cameras, all bought with a few clicks. We believe e-commerce. Many other items he admits he doesn't even need. We believe internet. I do overconsume online, especially when they are on sale. We believe by helping young people. A lot of times I buy them without thinking too much and never touch them again after I open the packages. Helping small business, we will have the future. Even if I don't like them, I don't return because of lazy. When you help others, you are helping yourself. So when I look at people say, hey, Jack Ma, people criticize him, I'm happy. People criticize, that's not me. People praise him and say, no, that's not me. I know very well, this is not me. It's my job. This is why I want to retire early. I can go back to myself. And very soon I will go back to teach. I think I can do much better than being Alibaba CEO. Jack Ma is going to step down as executive chairman, and then he'll be focusing on charity work in education.Education, and then it ends. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Alice. Yeah. I forgot to mention this movie was shown in a bigger exhibition, yes, in Van Abbe. Yeah, it's called Geodesign. Geodesign, exactly. I think it closed, right? Yeah, on the 11th of November, exactly on a singles day it closed. Yeah. Yeah.So you got something like a very special view, because this was a one time only after the exhibition. The whole exhibition was on Alibaba and the influence of Alibaba. Yeah, it's called From Here to Your Home. And then they asked, like, invited 9 alumni from Design Academy to research with their own methodology on the subject. Yeah. They were all alumni? I did not know that. From the Design Academy? Yes. Okay. So it was a very broad investigation of the influence of Alibaba on contemporary culture. You chose to focus on Singles Day, yeah, like 11th of November. Yeah. Why did you choose this subject? And maybe also tell a little bit about what the influence is of Singles Day on Chinese culture.
Well, as you could see just now on the screen, it's like Singles Day is Alibaba, how it excels every year. They're pushing this day to, this year they excel 27%, even more sales rate than last year. And every year they push it, and I think it's a prominent event, and it shows how impactful Alibaba as an e-commerce giant is. And I also like to research on people, like on singles, what they behave and how I put different perspective together. Yeah. Did it change the, what is the perspective on singles in China? Well, I do a little bit of research on the other project, which I'm working on, Leftover Women. So if you mind. I think that says something about the perception of single woman in Yeah, but in it's China. More stigmatized for women than for men, because if you are now, any one of you here 27 years old or above, we are women and you're not married, you're single, then you're a leftover. Sorry. In China, because the Chinese government created this term, and I've investigated, is in 2007 to stigmatize women of being single, because there's an imbalance of the sex ratio. So there are more men than women, and actually in reality is actually men out of leftover. So what happened, it will have like chaos, rioting, gambling, raping. So they have to urge the women to marry them and then create another story. So this is the research I have, short. Wow, that's going to be an interesting project. It's going to be like this type of movie also? It's an interactive game I'm making, yeah, but based on also cinematographic elements, yeah. You work as a story designer. That's I think you were trained as an information designer. Yeah. And we had an email contact before this event. Yeah. And we were sort of like, oh, how do you want to be? How should I describe you? And yeah, I'm still figuring out. Yeah. But we sort of ended up with a story designer, which I think is quite an adequate title for the work you do. How did you collect these images? It looks like found footage on the internet, or? Yeah, I'm just calling myself a digital pirate. I just go online and download everything, watch everything, and here it comprises of 2,000 plus footage. I have to empty my computer just to store it and edit it, and just go different, not only YouTube, Baidu, Youku, and all this format with Alibaba's footage relevant, so I watch them. We've seen Jack Ma, the founder, the Mark Zuckerberg of Alibaba, one might say. He was talking a lot about trust. Mm. You trust him? Yes and no, I think. I think there are so many perspectives on looking at one thing nowadays, and we just can't simply draw one conclusion of whether or not black or white. And more, I would like to take a standpoint, like as a storyteller, designer, and can we still make story with multifaceted reality and different perspective and still be interesting and clear to watch, and let the audience up to themselves to decide what stand they have? So for me, of course he does something for China. If there's not, then they can't sell and buy. You can see how much change from the 90s till now. It's just 20 years, and it's a good thing. But if have a big picture to when this Alibaba sells, when you can perpetuate it to global, and everyone needs to buy something. And also I question myself, do I want to be the designer to perpetuate people to consume, consume, and consume? And yeah. Well, what struck me with the image I saw is that I think a lot of people in the West might think like, oh, that's nasty, this Alibaba with all the comments, but it's almost like copying what Facebook does, what Amazon does. Yeah, they have to have a, I guess they have to refer to something. It's also a copy culture that China has. Like well, that's not what I like meant to say, so far, but since you've said it, it reminded me a little bit of, I think every year in the fall or early winter in America, they also have like this big sale. Like Black Friday, Cyber Monday. And you see people really fighting on a really nasty way. But this is much bigger than that. I think it's the Singles Day is the biggest online sale in one day every year. The record is again skyrocketing. Broken. Yeah, they want to push it because they want to have it in 8 years and 8 to 10 years. Jack Ma says in the future they want this today's rate will be the average consumption of every day.
Wow, it's amazing, hè? So the whole house of things garbage with no use. That's what he says. Yeah, that's an intriguing figure. We in the Netherlands, you know, we tend to have more information on Mark Zuckerberg or Bill Gates, the American perspective on online commerce. Yeah. What do you reckon? Will Alibaba outgrow? Or are we sort of under? Are we forgetting something here? We're not looking right. Do you think Alibaba will also be very powerful here in Europe? Because they're aiming not an e-commerce company, as far as I know. Yeah. He's aiming to be an ecosystem. So it's like, now we need to buy, so they set up this platform. What if the future we need something else? They will set up something else. And this they're probably into healthcare. And yeah. It's a bit like Amazon, because Amazon is in space travel. They're into healthcare. They're sort of expanding on in an ever-growing ecosystem. Yeah, they call it an ecosystem. It's like amazing. This very intriguing project was in the Van Abbe. Like I said, there were a couple of other places where your work was shown as well. One was with the Stimuleringsfonds, yeah. With the young, you're one of the 25 young talents, the groeibriljantjes van het Stimuleringsfonds. 25 young designers get picked and they get some money to work for a year on that. Yeah. You were shown there, and there was also another work with Tonic, which is a graphic design studio, yeah. Which was like also a short documentary. Yeah, it was a short documentary. I was like, how long should I talk about? I keep it short, okay. Yeah, please. So they were looking, they invited by UNESCO to have like artistic residency, and they need someone to speak the language and able to narrate stories. So I was invited to be part of it in a team, and then we went to China for 10 days. And at the we were like working with weaving. It's an intention to revive this intangible heritage. It's called Yun Brocade, cloud brocade, which in the old time is a very ancient machine that required two people to weave, and it's for emperor. It's real silk and hand dye. And so we are thinking, okay, now we have funded, we have creative minds, but we don't know what to do. We have to weave something anyway. And then the weavers like are there, and so we have to find out what to do. So I was paying attention to them gossiping in Chinese. They were saying actually they wanted to weave a wedding gown for their own daughters, but they didn't have the money and they don't know how to design it. So here I bridge the gap. We make a short documentary and design the wedding gown. At the end, they keep it and they weave. Wow. Yeah. So once you pick this woman, you still have a problem because then you have to pay for a wedding gown. It's really hard to be a woman in China, isn't it? Yeah. Right. Finally, there was one project that was shown in MU, which is an art center, and it was that was my favorite exhibition because it was about design and journalism. Yeah. And those are two of my three favorite things. The other favorite thing is not here tonight. So that was a really intriguing mix of design and journalists. Like I asked Oscar, you know, like a museum or a living room. If I ask you, because your work is somewhere on the fringes of as well design and journalism. Yeah. If you had to choose, would you consider yourself a designer or a journalist, and then a journalist in the most broadest sense in what it can be? But are you more like inclined to be a journalist or more inclined to be a designer? I would be more comfortable sticking with designer because journalism, I don't know. People think that I do something related with it, and probably journalism more stick with truth. But I would like this freedom of exploring, giving up the idea of truth. Because for nowadays, it's really complex. We can't even like fact check so many things. And I would like to play with like how to create a story that is so complex and research on it, and then to translate it and let people can share it. And I think this is a bit different than journalism, I guess. I guess I'm in between. Like, I agree with you. Truth is highly overrated these days. Yeah. Okay, I hope to be seeing a lot of your work the coming years because I'm really intrigued by it, and I especially what you say. These you can as a designer, you have the ability and the space to sort of play with truth and these aspects. So I hope to see a lot of your work the coming years. Thank you. Thank you, Alice. Thank you. Thank you. Mensenrechten, ja, waarom niet?
Dus we maken gewoon weer even een haakse bocht van 90 graden. Heel bijzonder project. Eigenlijk een project waarvan ik van tevoren al wist dat ik het echt zou willen gaan zien. En toen ik het helemaal zag, was ik er ook erg van onder de indruk. Er wordt nogal veel gezegd over ontwerpers. Ze moeten het klimaat redden. Ze moeten de ziekenzorg moeten ze redden. Wel ja, mensenrechten. Ik was van tevoren een beetje sceptisch. Wat moeten ontwerpers nou met mensenrechten? En die, weet je, voor het weten gaat ze de wereldvrede ontwerpen. Dus ik was een beetje sceptisch, maar ik zag het project en ik was echt heel erg onder de indruk, omdat het een bepaalde manier van pragmatisme koppelt aan idealisme. En dat zouden we eigenlijk vaak moeten zien. De initiatiefnemer van het project, Bernard Lenger, is hier. Bernie, mag ik je uitnodigen op het podium? Mag ik een warm welkom voor Bernard Lenger? Ga je het in het Engels of in het Nederlands? Ja, yeah, that's the clicker. That's a mic. You're going to do it in English? Or? Yeah, English. Ik kom uit Oostenrijk, maar in het Nederlands is een beetje raar. Want ik ben nog niet zo lang als Oscar hier in Nederland. The floor is yours. Okay. In a way, our world is defined by design. Since it changes the way we move, we get information, the way we talk and connect. Thanks to design, we have achieved a more practical world, comfortable world, aesthetic world. But if design can define our reality, what else can it do for our future? We believe that design has to look into ethical problems so that we can create a more respectful world, a more inclusive world, a more equal world. How to make a law? Who designs law? When did we decide what is right? And what is wrong? What is just? What is justice? Who made our rights? Ethics? Rights. What are rights? What are our rights? Equal rights. Human rights? 70 years ago, the United Nations published the Universal Declaration of Human Rights, which outlines the essential human rights and freedoms. On the eve of its acceptance, the world heard it for the first time from the voice of Eleanor Roosevelt. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind. Human rights are designed for everyone. But some people, companies or governments, take advantage of the most vulnerable by buying their rights, denying them with violence, or twisting them through a Facebook account. That's why there are people defending these rights. They risk their social, economic, and physical safety to do so. Human rights defenders. We are Maxime Benvenuto, Jella van Eck, Cornelia Dimitrova, Tan Nim, Karen van Lutterveld, Bernhard Lenger, Luc Andrea Baraldi, and Hanna van Lutterveld. In the past 6 months, we have worked with 7 human rights defenders from Mexico, Sudan, Burundi, Colombia, Russia, Kenya, and Nicaragua. We made this exhibition to share our stories. Well, my name is Bernhard Lenger. I'm the founder and designer in the foundation We Are. And what we are doing is we are a consulting design agency. But we think that design can bring innovation to social and legal structures. And I want to take you back 2 years ago, because often I get the question, how did you start this? How did you decide to work on human rights? 2 years ago in The Hague, I met a group of human rights defenders. And there was one lady, she was from Afghanistan, and I will always remember what she told me back then. She told me, Bernard, if somebody would know in my home country that I work on women's rights or that I'm gay, they most likely would kill me the day after. So me thinking, what could I design for a person like this? A person which cannot show their face in public space because it would literally kill them? How can you tell their story? What can you design for them? What could you do to support their profession? And that's where it all started. We started the project We Are Human Rights. I invited 7 other designers to join me
and create this massive thing, a collaboration between human rights defenders and designers. And thanks to Justice and Peace and their Shelter City program, we actually had the chance to meet those people who fight for our rights in person. Because Shelter City, they are collaborating with, I think now, 11 cities in the Netherlands and bring human rights defenders, when it gets too dangerous in their home country, they bring them to the Netherlands and they can stay for 3 months to get rest. You have to imagine it's a very, very exhausting job. They get education about law, but also just like to broaden their network. And in this time we thought, we're 3 months, let's work together, sit together with the people who work on these fields and see what we can design. Let's experiment together and see what this collaboration can actually bring. Out of this whole collaboration, 7 projects then started actually. Because what we have now are not solutions, it's proposals. It's something where you plant a seed, and now we really need to get the collaboration with other parties than design and human rights defenders to make it reality. And because in our exhibition, we decided to not have any text, maybe one or two few lines, because sometimes you need it. But in generally, we had an audio tour. So the beginning, what you heard, was the beginning of our exhibition. And I want to show it to you in the same way as a visitor of the exhibition experienced it. So I will show you now the next project, which is from Yella van Eck, and she worked together with a human rights defender from Mexico. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Yella van Eck works together with Lucia. Her son disappeared in 2013. Together with the mothers of other victims, she started a collective to take action. On the screen, you see headline images covering Mexico's enforced disappearances. They lose their freedom to begin with. Then they lose their lives, and then they lose their identity. It's like they were never on this planet. When you lose your identity, it's the last human right that you think you can lose. In the center of the platform, there are 2 representations of Mexico that are found in the media. Which would you choose? You can pick 1 postcard. There's a really big contrast between Mexico as a holiday destination and the shocking stories I heard from Lucia. The current media coverage about enforced disappearances doesn't create enough empathy to raise international awareness and motivate real action. Yella proposes a new film format that shows the identity of a victim in another way. She creates a negative portrait, illustrating the voids that these people leave in their communities. If you think about it, the only things that the victims leave behind are objects and relationships. In Lucia's case, she rearranged her kitchen. She always enjoyed breakfast together with her son. After he disappeared, the empty chair became a painful reminder, and she decided to move it to the end of the room. The project of Yella always gives me the chills. Always when I hear the words which Lucia says, always when I hear the words about her son, I'm always like, it's crazy what this lady does. Because Yella is working with film, and Lucia told her, I don't want you to design anything for me. I want you to design something for my son, who is not here anymore. And Yella was like, how do I visualize a person who cannot be visualized by a picture? Because it just becomes blurry if we have a passport picture and we blow it up. How could we design this? How could we visualize them? And when Yella spoke to Lucia, what she does with her organization, with the other mothers of the disappeared people, that's even crazier. Because what they do is they have a metal cross. They walk through the fields of Mexico and they poke it in the ground.
they take a step further, they poke it in the ground, to find the hidden mass graves of disappeared people. But frankly, if you show this to us, if you show this to the world, everybody's shocked, but nobody does anything, because it's unrelatable. You cannot imagine the situation. But if your person, somebody where you have a picture at home, somebody you have breakfast every day, disappears, you feel something. You create empathy by telling this story. And that's where Jella found a way of visualizing this and trying to engage with an audience who cannot imagine. And now to come to a bit more maybe lighter side, because this work can be quite intense, I want to show you the next project, which is from Cornelia Dimitrova. Article 29.1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. Cornelia Dimitrova works with Lottie, an indigenous lawyer protecting the land rights of the Miskito people in Nicaragua. The Miskito community has full rights over their territory, but the government doesn't enforce these rights. So people from other parts of Nicaragua can come and take over their lands and their resources. Lottie told me that the only peaceful solution is for the government to remove the illegal settlers, but it doesn't do it because there's no proof of where and how many they are. Take a closer look at the evidence file in front of you that investigates illegal logging. The problem of collecting this information is that the sources can be biased or just wrong. Cornelia proposes an evidence collecting system that combines different ways of documenting territorial crimes. The tools and procedures must be followed strictly in order to produce a common truth that can be accepted in court. It's a method that combines photography, GPS mapping and satellite analysis, and all of this data is stored in a common digital case file. Look at exhibit number 3. This shows a page of the logbook of one of the ground scouts. There are 3 ground scouts from the local community, and they can start up a case file by mapping the safety front of their territory. Each has a tool, a logbook, a GPS, and a smartphone. Exhibit 5 and 7 show discrepancies in the area through satellite pictures. The satellite scouts are looking into the landscape patterns in order to try and locate the illegal settlers. Triangulating evidence in this way makes for reliable proof. This can give Lottie and other lawyers better chances to force the government to intervene. Even though land crimes are not pretty, not a light topic, let's say, what I like about Cornelia's project is that it's a sense of hope. The people in Nicaragua just couldn't produce this evidence because when they go close to the settlements, they will be shot by the settlers because they're very aggressive. And Cornelia is trained as an architect, so her standard view is from above. So that's like exactly what she is using in this project to produce this evidence and to say, here is a settlement, there is a settlement, and then gives it to the lawyers so that they can actually start up a case file. And with her project, I always have to think when I met Lottie for the first time. She's a very, very inspiring lady. And there's also one thing she said. She was like, all the scars on my body are proof that my work is successful. And this sentence is always keeping back in my mind. For us, we don't have it that like we get physically attacked, but we might have some other things which stand in our way. But by thinking about like what these people do to fight for our rights, it gives me motivation to really say, hey, when we work together, we can really create something, we can really help others to succeed with their goals. And of course, what now after like a whole week of Design Week and a lot of visitors, we would really like to share this exhibition with more people and to bring it to other places and, yeah, to share our stories in different ways. So thank you very much for listening. B-
Bernard, pak even de mic. Blijf er heel even bij. Sorry, stay here for just one second. Oh, je mag het ook. Okay. I got a couple of questions. Oh, actually, only two. The matchmaking. How did it work? Do the designers get to pick, like, one of the activists, or do you say, like, you two have to work together, or do the activists actually pick a designer? Or that matchmaking aspect. How was that done? The matchmaking happened, well, first of all, I got all the reports why those people are selected to come to the Netherlands and what they are fleeing from or what they need as rest. So then I saw where do I think that there would be a possibility to match them up. But also I gave the designers then the profiles, and then they could see, oh, I feel comfortable with this topic. I think this is something where I could work on. The pity was that the human rights defenders didn't really have the chance to pick us, because it was just, the communication was very difficult. For example, the human rights defender I worked with, he had a visa problem in the beginning, so he was like delayed because of this. So it was very difficult to actually arrange communication with them and explain them what we are doing from such a distance. So that's something you would like to work on in the future, to make it more like institutional, so that there's a better organization of how to meet each other, the designers and the human the activists? Yes, I think so, because the human rights defenders are coming because of Shelter City to the Netherlands. And we now did this first experiment, and I would really like to combine it with more designers, but also maybe with organizations who are in education, to see what can we bring for these people. And the beautiful thing is when you have this moment with your human rights defender where it really clicks, where they understand what you're doing, yeah. Where they're like, oh, now I see. That's what a designer does. Not even only that's what a designer does, but oh, I'd never thought about this problem in this way. Yeah. So that's inspiring when you have these moments together with them. I think that that's nice. Also what you bring as a designer, this new perspective and this... And a way to approach it, a tool which they can use to reach their goal. Yeah. Lovely, really. Keep on the good work. Thank you, Thank Bernard. You. Thank you. And then last, but definitely not least, of ik heb gewoon het Nederlands, laatst, maar misschien wel op een bepaalde manier ook best, is modebelofte. En dat is eigenlijk elk jaar een hoogtepunt, het visuele snoepje van de Dutch Design Week. Maar het is ook veel meer dan dat. Mo Veld, van begin af aan betrokken bij modebelofte. En inmiddels denk ik ook wel uitgegroeid tot een van de grand dames van de Nederlandse mode. We kennen haar misschien nog van de BLVD. Ik in ieder geval. En ze geeft les op diverse academies. En ze heeft geschreven voor kranten. En daarbij, ja, als je dan een platform bent zoals Modebelofte voor jonge ontwerpers, voor jonge modeontwerpers, dan wil je natuurlijk ook die jonge talenten op het podium zien. Dus Puk en Merle en Suus van PMS, een heel bijzonder collectief, zijn er ook. En ik wil jullie graag allemaal uitnodigen op het podium. En mag ik graag een warm welkom. Ja, ik denk dat het anders is als we allemaal gewoon blijven staan. Pak een microfoon. Dus één iemand die heeft er dan geen. Dus jullie moeten met z'n drieën even twee delen. Ik moet even de aantekeningen ordenen. Heel goed. Hey, goed dat jullie er zijn. Modebelofte. Hoe lang bestaat het ook alweer, Mo? Dat is een beetje ingewikkeld. Want Modebelofte bestaat eigenlijk best wel al een tijdje. Maar in de huidige vorm... bestaat het sinds 2012. Want degene die het heeft gemaakt zoals het nu is, die heeft het toen overgenomen. Van een clubje in Eindhoven die graag mode wilde naar Dutch Design Week brengen. Maar dat was toen eigenlijk een selectie graduates van dat jaar, van alle academies, hartstikke leuk. Zoals dat gaat, het begint klein. Exact. Elle Albers van You Are Here in Eindhoven, die had daar wat grotere plannen mee. En daar zijn we in 2012 mee van start gegaan.
Er zijn ook wat beelden van. Ja, het visuele aspect speelt altijd een grote rol bij modebeloften. Kun je even kort uitleggen, ook aan de hand van de beelden erbij. Wat is het nou precies? Ik noemde het een platform. Klopt dat een beetje? Ja, het is absoluut een platform. En dus er was nog een deel 2 van die ontwikkeling. Want in 2014 zei Harm Rensink, een event designer of een experience designer, en Nick Pullis, een ontwerper, die zijn ingestapt. En zij zijn eigenlijk de curatoren geworden en ontwerpen ook de expositie, wat een enorm spektakel is, een heel visuele erlevenis. Dat is het, een visuele erlevenis. Ja. Dat was het woord wat ik zocht. Nou ja, dus nogmaals, dus het is gegroeid. Dit was de eerste die waar we nu naar kijken, die gedaan is in die samenwerking met Harm en Nick. Wat was het thema? Want ze hebben elke keer een thema, toch? De modebeloftes. Dit was. Soort van. Wat was dit? Dit was. Oh, jungle? God, ik had hem net nog. Nee. Seductive Precursors. Nee, dit was 2014. Seductive Precursors. De verleidelijke vooruitlopers. Ja. Dit was op de bovenverdieping in de Bijkorf. Nou gaan we niet chronologisch in tijd, want dit was 2016 volgens mij. Maar het zijn altijd allemaal individuele ontwerpers die jullie kiezen. Nou, we bedenken eerst een thema. Dus dan kijken we heel erg naar wat er dus onder de jonge ontwerpers op die academies. Wat spelen er nou voor onderwerpen? En ja, dat is een heel organisch proces waar met name Harm en Nick heel erg naar kijken. En dan gaan we daarop selecteren. En dat doen we steeds internationaler. Dus dat begon met Nederlandse academies, Belgisch, Londen erbij. En dan ga je buiten Europa en dan ga je naar New York, naar China, et cetera. Wow, dat fulltime job, denk ik dan. Dat groeiproces gaat alsmaar door. We krijgen ook steeds meer bekendheid, dus ook bij de academies. Dat is zeg maar dat netwerk hebben jullie inmiddels, dat je al die academies kent. Want zeg maar wat ik zei, al die academies visueel afgaan om alle eindexamenshows te zien. Dan heb je een duurbare baan. Ja, maar lang leven internet, hè? Oké. Ja. Dus we hoeven niet fysiek per se naar al die academies. Dat wordt wel gedaan, er wordt heel veel contacten gelegd. Maar er wordt al een beetje voorgeselecteerd op die academies dus? Ja. Ja, okay, ja, het is eindexamenwerk. Dus het zijn afstuderende ontwerpers waar je naar kijkt, maar van over de hele wereld. Die passen binnen een bepaald concept. Dat moet je wel heel breed zien. Ja, het is een concept. En vooral heel extreem. Want we houden er wel van om inderdaad te verleiden en echt de verbeeldingskracht in huis te halen. En de meest innovatieve, bijzondere manieren van denken en maken en experimenteren. Dus naar Eindhoven te halen. Draagbaarheid is niet per se een must. Alles is draagbaar. Oh, dat nog wel? Ja. Okay. Pakt het op. Draai ik de vraag nee, om. Het moet draagbaar zijn? Nee, draagbaarheid is geen enkele issue, lijkt mij. Nee. 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 Nee, het mooie van mode is, omdat het zich verhoudt tot het menselijk lichaam en het mens zijn. Dus moderniteit, hè, het modern mens zijn. Is het iets waar je je automatisch toe moet verhouden? Dus als je zo'n beeld ziet, dan gaat in jouw hersenen, dan klikt dat meteen. Want je begrijpt meteen van, oh, moet ik dat. Nou, dat is een mouw, dat is een jas. Is dit mijn toekomst? Nou, et cetera. Dus, en dat spel is natuurlijk ook het domein van mode. Ja, nou ja, eigenlijk zou het meest toegankelijke design moeten zijn wat er is. Omdat we dragen het allemaal. We hebben het is allemaal het ook, nodig. Is het ook. Hè? Mode is er idioot populair. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Maar het is ook zeg maar als design discipline kan het ook wel intimiderend zijn. Omdat het een eigen taal heeft. Zowel visueel als ook zeg maar verbaal. Hoe mensen erover praten. Hoe mensen het beleven. Tenminste. Nee? Ja, maar dat heb je toch in mijn beleving bij alle designdisciplines. Mode is natuurlijk van oudsher, hoe wij het begrip mode hebben leren kennen. Dat heeft heel erg te maken met elitair, met Lodewijk XIV en the only the rich and famous. En daarin meedoen. Exclusief, status. Die apenrots van status. Maar goed, inmiddels leven we gelukkig in een veel, veel complexere tijd.
speelt mode op heel veel niveaus, heel veel rollen. Dus ook bijvoorbeeld puur visueel. Ja. Het wordt ook gewoon als puur visueel spektakel geconsumeerd. En dat het is heel visueel. Dat is hoe je in eerste instantie visueel communiceert, toch? Je hebt producten die je kan kopen en aantrekken. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook genieten van het spektakel. Het visuele spektakel wat het ook is. Ja. Dit was de presentatie van dit jaar. Nou, wat me daar sowieso los van zeg maar, het visuele spektakel van de mode zelf... was ook de presentatievorm. Het waren een aantal witte, iglo's? Waar het eigenlijk een soort geschakelde iglo's van tentcel... die met ritsen aan elkaar waren... Witte bollen waar je vervolgens in kon. Een hele wereld. Ja, ik zou niet willen zeggen, maar gemaakt, er stapte best wel een bubbel in. Het is enorme bubbels, ja. Gemaakt door een bedrijf wat gespecialiseerd is in inflatables. Dus het werd ook van binnen opgeblazen met warme lucht. Daardoor blijft het omhoog. Continu, maar je kon ook gewoon in en uit via een soort sluis. Wat was het thema dit jaar? Shapeshifters. Shapeshifters. Dus het veranderen van vorm. Het is natuurlijk het woord shapeshifting. Het is kennelijk iets heel diep in onze psyche. Want het zit in alle fabels en mythes. Maar ook in religies. Het is een fenomeen in sprookjes. Waar wij als mens kennelijk heel veel mee hebben. Maar in de moderne tijd is er natuurlijk ook wel echt de maakbaarheidscultus. Zelfs zover gekomen dat we ook daadwerkelijk aan het shapeshiften gaan. Met ons eigen lijf, met onze identiteit. En het wordt allemaal veel meer fluïde. En er wordt letterlijk ingegrepen. Transhumanisme, cyborg, et cetera. Dus we moeten. Dus het was een thema van dit jaar. Het is een heel actueel thema dus ook. Maar dan heb ik hier naast mij dus drie shapeshifters. Studio. PMS, kun jij even heel kort de introductie uitleggen wat hun zo bijzonder maakt dat zij verkozen waren tot zeg maar de selectie van modebeloften? En dat is zeg maar dan ben je gekozen door en ben je goedgekeurd door zeg maar. Krijg je een stempel? Van al dat talent in de hele wereld. Ja. In die greep. Ja. Nou, het geweldige van Studio PMS is dat zij als je het hebt over shapeshiften, nog een extra laag. Want zij bouwen een brug tussen de digitale wereld en de fysieke wereld. Het is heel goed om even wat te zien. Dus de online wereld. Qua context moet je dan ook hebben over de uitdaging waar mode als industrie op het ogenblik voor staat. Het is natuurlijk enorm vervuilend. Ik pak hem heel even terug, want... Ja? Inderdaad, ik leg het meteen maar even terug bij jullie. Is het een aanklacht op de industrie in essentie? Of is dat slechts een van de vele kanten? Een aanklacht. Ik denk wel dat wij zijn gaan ontwerpen, of digitaal zijn gaan ontwerpen. Want ons werk bestaat alleen digitaal. Omdat we inderdaad tegen massaproductie zijn. We weten dat onze industrie ontzettend vervuilend is. En wij vinden dat wij daar als designers niet altijd meer aan bij willen dragen. Wel willen wij heel duidelijk ook aangeven dat met dit project willen we ons absoluut niet distancieren van de modewereld. We willen juist laten zien van, hey, kijk, er zijn ook andere manieren om toch dat gevoel van mode mee te geven zonder dat je daadwerkelijk mee hoeft te doen aan de overproductie. Dus dit is zeg maar de collectie die jullie gemaakt hebben? Nee, je ziet straks de volgende slide. Daar zie je een gedeelte van de collectie die wij hebben gemaakt. Zie je ook in een animatie. We kunnen wel spreken van een collectie, zeg maar. Absoluut. Ja, we hebben ook echt 6 stuks. Ja, we hebben een collectie gemaakt van 6 stuks. En daarnaast een gigantische stoffendatabase in een virtueel programma. En hoe bedoel je een stoffendatabase, maar puur online? Nee, niet online. We hebben ontworpen in 3D-software. Die heet Claude 3D. Zo waar ik online zou bedoelen, is zeg maar in de computer. Ja, in het digitale absoluut. Domein. Ja, en daar kan je kleding en de pasvorm en de valling daarvan direct simuleren. En daarin kan je ook je eigen stoffen ontwerpen. Dus dat is eigenlijk wat met name hier Suzanne heeft gedaan. Zij is verantwoordelijk voor stof en materiaal. En aan de hand daarvan zijn we een collectie gaan ontwerpen. Die stoffen, zijn dat puur fictieve stoffen? Of is dat zeg maar digitaal katoen en digitaal viscose of digitaal nylon? Of nylon werk je natuurlijk niet mee.
Je kunt wel met Bond werken natuurlijk, of niet? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat Susanne daar iets meer over kan vertellen. Ja, Bond, die ontwikkeling die van digitaal ontwerp gaat nu natuurlijk ontzettend snel. In de tijd dat wij aan het ontwerpen waren, was het nog niet mogelijk. Inmiddels is dat allemaal weer doorontwikkeld en kun je daar steeds meer mee doen. Wat er eigenlijk gebeurde is dat wij gingen ontwerpen in Clo 3D en we wouden toch nog heel graag, terwijl Clo over het algemeen een technisch onderbouwd programma is, dat gevoel van mode, dat fashion gevoel meegeven. Wij denken namelijk dat er één heel groot probleem is als je digitaal gaat ontwerpen. En dat is dat je in de digitale wereld geen tactiliteit hebt. Dus dat gevoel van aanraken waar echt elk ontwerper van houdt, dat raak je kwijt. Wij zijn daarom echt een zoektocht begonnen naar tactiliteit in die digitale wereld. Clo biedt zelf een stofpakket aan, maar ik vond dat niet voldoende. Dus wij zijn zelf stof gaan ontwerpen. En dan kan je gaan bedenken, wil je dat die stoffen allemaal realistisch zijn? Of wil je er ook mee spelen dat in de digitale wereld meer mogelijk is? Tot nu toe heb ik ervoor gekozen om alle stoffen nog realistisch te houden. Dat betekent dat ze dus ook de exacte zwaarte, de stofeigenschappen van stoffen in de echte wereld mee hebben gekregen. Maar je kan natuurlijk ook zien als je voor een kunstzinnig project gaat wat daar mogelijk zou zijn met experimenteren met digitale stoffen. Maar als je het in productie zou willen brengen is het handiger om te werken met daadwerkelijk bestaande stoffen. Wauw, dat is wel een ambitie om uiteindelijk toch ook wel naar een fysieke collectie te komen? Of niet per se? Het is nu nog een spel, zie ik, zeg maar, hoe het hier ook Het is de vraag wat de insteek van je collectie is natuurlijk. Ja, dat weet je niet. Wat is de insteek van die collectie? Wij hebben bij deze collectie echt gekozen om voor ons afstuderen het creatieve, zeg maar het kunstzinnige gedeelte van de mode aan te spreken. We hebben uiteindelijk gekozen om dit te tonen in een, je ziet ze daar een beetje aan de linkerkant. Ja, we hebben een installatie. Ja, een installatie van eigenlijk drie elementen. En daar beginnen we eigenlijk met plat 2D. Wat je daar ziet zijn geprinte stoffen op plexiglas. Dan gaan we over naar passief 3D. Dat zijn de animaties. En de uiteindelijke virtuele wereld. Waar je in virtual reality interactie kan hebben met de collectie die je hier ook ziet bewegen. Moet ik dan denken aan brillen? Ja, dan moet je zeker, dat jullie zeg maar in één keer allerlei verschillende kleren aan hebben dan? Ja, je moet je voorstellen dat je die bril op hebt en dat je je begeeft in totaal ander universum. En daar is de collectie te zien. En gedeeltes van die outfits zijn interactief. En dat wil zeggen dat je met je controller tegen de materialen aan kan tikken. En die bewegen, daar komt geluid bij te passen. En op die manier proberen we tastbaarheid te genereren. Ja, ja. Merle, hè? is dit eigenlijk waar ik aan moest denken? Dit is eigenlijk een manier van werken die in architectuur al heel erg is ingeburgerd. Dan maken ze eerst een hele mooie rendering. Heel vaak komt er dan uiteindelijk een gebouw wat net iets minder mooi is. Zo werkt dat in de architectuur. Voelen jullie daar een verwantschap mee? Is dit voor jullie ook zeg maar hoe je eerst iets verbeeldt en dan als een soort laboratorium voor uiteindelijk toch die fysieke modewereld? En al is het niet of jullie zelf die collectie maken, maar anderen dan wellicht? Nou, je zou het heel goed kunnen, ook sowieso in kunnen combineren. En je ziet sowieso aan product design en spatial design, architectuur. Gebruiken ze dit 3D-software, gebruiken ze al veel lang. Alleen andere soorten softwares. Maar in de mode gebruiken we dit nog niet. Omdat we ook, denken wij, een beetje bang zijn voor digitalisering. En het is nog steeds niet tastbaar. Dus vandaar dat we toch die uitdaging zijn aangegaan om een nieuwe manier van, wat is ook tactiel. En we zien zeker sowieso de combinatie daar ook wel in, ook voor de toekomst, ja. Tot slot, doen jullie, dat is natuurlijk toch een integraal onderdeel van de modewereld, is de catwalk. En dat hoeft dan niet altijd in Parijs te zijn of in Milaan. Maar hebben jullie ook zeg maar zo'n soort moment gecreëerd voor jullie collectie? Heb je daar een beeld bij van, oké, zaterdagnacht om 12 uur, op een soort Jack Ma-achtige manier gaat de nieuwe collectie online? Of hoe werkt dat, zeg maar, die presentatievorm? Ja, ik weet niet hoe we dat zozeer als in online. Dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Maar het is ook om onder andere te laten zien, zoals nu wordt er geproduceerd. En aanleiding daarvan wordt er gekocht. Wij hebben juist, onze visie op dit project is nu meer, je doorloopt de plexiglas, de renderplaten, wat je bij ons aan de linkerscherm ziet. Je ziet de animatie, je doet de VR-bril op en je ervaart het dan. En naar aanleiding daarvan ga je nadenken, wil ik het daadwerkelijk wel of niet hebben? En dan pas wordt geproduceerd. Zo is er een langere weg om over na te denken, wil ik het, de outfit of de kledingstuk wel of niet hebben? Zo in plaats van fast fashion wordt het meer low fashion.
Het is ook een hele omkering, hè, van het productiesysteem. Dus je hebt geen winkels meer, straks dan in de toekomst geen winkels meer waar allemaal kleren hangen te wachten of wel of niet gekocht worden. Die zijn vooruit geproduceerd. Nu keer je het helemaal om. Je presenteert eerst een ontwerp en dan als consument kan je zeggen, nou, die wil ik. Nou, body gescand en dan krijg je het op maat. Wauw. Geleverd door Alibaba. Alibaba, ja, precies. Drone of zo. Nou ja. Ja. Is de cirkel op het einde van de avond weer helemaal rond? Het is allemaal Alibaba, mensen. Wend het maar vast aan. Ook Oscar, ook jullie werken. Allemaal via Alibaba straks. Laatste vraag, Mo, aan jullie. Volgend jaar weer modebelofte? Ja, absoluut. Nee, modebelofte op de Design Academy in die vorm, dat blijven we gewoon doen. Maar modebelofte is... De Design Week bedoel je? Design Week in Eindhoven. Ja, dat is waar het begonnen is. Maar we willen ook gaan uitbreiden. Want het is een platform, zoals je zei. Dus de bedoeling is ook dat het talent van de ontwerpers die wij presenteren, dat het ook echt wordt opgepakt door industry en door iedereen eigenlijk. Anders dan, dus je wil eigenlijk dat het modetalent wat voorhanden is, anders wordt gezien dan alleen maar die shopping opportunity, dat shoppingvoorstel. Maar bijvoorbeeld ook om samen met bedrijven te gaan experimenteren, omdat ontwerpers gewoon een hele specifieke manier van denken. En jullie worden zeg maar naast platform ook steeds meer zeg maar een soort intermediate voor bedrijven, industrie. We zijn er al een aantal geweest. We noemen dat een fellowship. Dus het een project met een van die talenten met een bedrijf. Die noemen dan een pilot. Dus ook zeg maar buiten de Design Week om gaat modebelofte zich roeren. Ja, en we hopen ook internationaal te gaan. Want nu heb je bijvoorbeeld deze mooie bubbels en speciaal voor ons gemaakt. En je hebt dat talent, dus we hopen daar ook mee te kunnen gaan reizen. Super. Vandaar dat we de naam toch maar besloten hebben iets internationaler te gaan maken. Want... En dat wordt? New Order of Fashion? New Order of Fashion. New Order of Fashion. / modebelofte. Fashion Promise. Oké. Nou, vanaf nu dus New Order of Fashion. Ik heb één vraag. Korte vraag, want we lopen echt tegen het einde van de avond. Ik vraag me af, lopen we dan als consument achter? Omdat je, wat je net zegt, in architectuur en in meubels, wordt het allemaal al gerenderd. En dan zie je het. Dan heb je een stukje stof. Je denkt, nou, dat wil ik. Zijn we dan als consument gewoon banger? Willen we het allemaal eerst zien op een rijtje hangen? Of wat is dan... Nou, ik denk niet dat we als consument banger zijn. Ik denk dat het initiatief zeker vanuit de industrie zelf moet liggen. Dus de ontwerpers en de daarbij behorende merken. En ik denk dat mode te lang niet interdisciplinair is gaan werken. Want op die manier om naar de consument toe te reiken, heb je die brug nodig naar technologie. En ik denk dat die veel vaker gelegd moet gaan worden in de toekomst. Super. Met New Order of Fashion. Onder andere. Onder andere, heel goed. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Oh jee. Nee, ik kreeg... Ja. Heel goed, dank jullie wel. Was een hele volle avond, maar dat is de Dutch Design Week ook. En ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik vond het in ieder geval fantastisch om al die verschillende projecten vanavond te zien. En het mooie vind ik, het is ook echt de volle breedte, los van de disciplines die we gezien hebben, is het ook zeg maar al die manieren hoe design een rol kan spelen in ons dagelijks leven. Als een, zeg maar, een agent for change. Een heel positieve kracht wat We Are laat zien met mensenrechten. Of het onthullen en het informeren en het dingen laten zien die nog onzichtbaar zijn. Wat Alice doet. En, of het hele genereuze. Dat het mensen kan verbinden met nieuwe gebieden en met nieuwe ervaringen op het gebied van klimaat en water. Of dat het gewoon over schoonheid kan gaan en over verwondering. Os en O's en modebeloften ook zeker. En misschien ook wel een beetje kan provoceren met wat Lisa liet zien en een kunstbaarmoeder en hoe dat dan verder moet. Dus al die verschillende zeg maar, rollen die design kan aannemen heb ik in ieder geval vanavond op het podium willen laten zien. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dan gebeurt er natuurlijk nog veel meer in De Zwijger en daar kun je ook aan bijdragen. Dat moet je maar even op de site doen. Maar ik wil ook graag even de aandacht vragen voor het programma helemaal links. Design Matters. Bij iedereen wel bekend. Op 4 december is de volgende editie. En dat gaat over luxe. Naar aanleiding van een tentoonstelling die nu in Design Museum Cube is te zien. Het sluit
sommige aspecten sluit het aan op vanavond. Het gaat over luxe, wat de nieuwe luxe wordt. En dat worden dan zintuigelijke ervaringen. Dus een jongen die komt vertellen over nieuwe eetinstrumenten, zodat je eten op een nieuwe manier kunt ervaren. Dus Golden Joinery, ook een modecollectief die eigenlijk oude kleding repareren met gouddraad. En er is een meisje wat net is afgestudeerd aan de Design Academy, die een ringetje maakt met een glazuur van aardewerk, met een glazuur van tranen. Dus het gaat heel erg over die zintuigelijkheid en die beleving en alles eigenlijk wat ons tot mensen maakt. En ver weg van de technologie. Want de iPhone schijnt het nieuwe patser luxe te zijn. Dus nou, die andere luxe, die is op die avond. En verder natuurlijk VPRO Tegenlicht. Altijd goed en de hongerige stad. Altijd interessant. Dus er gebeurt hier veel in de Zwijger. Kijk op de site. Tot slot, zoals ik zei, het laatste woord is altijd beneden aan de bar. Want de Dutch Design Week is niet alleen maar design kijken. Dat is ook, zeg maar, of aan het begin om 1:05 of anders om 10:50, als de prestaties geweest zijn, een borrel drinken en dan nog het dus goed over hebben over de staat van design. Ik zie jullie graag beneden aan de bar en anders graag op 4 december op Design Matters. Dank voor jullie komst.